Goedenavond iedereen. Goedenavond. Kans is groot dat er nog een aantal mensen gaan binnencijpelen in de loop van de komende 10 minuten, want er is ook nog een rondleiding bezig. Maar we gaan er beginnen, want we worden op dit ogenblik live gestreamd, dus de mensen thuis kunnen dan meteen meevolgen van bij het begin. Namens MSK wens ik jullie alvast van harte welkom op de lezing vanavond. Zo meteen ga ik het woord geven aan onze twee sprekers, maar iemand moet die mensen inleiden, dus bij deze is het aan mij vandaag. We gaan zo meteen luisteren naar Thijs de Keukeleire en Jonas Roelens. Twee personen die meegeholpen hebben met het MSK het voorbije jaar om de LGBTQ+ rondleiding van het museum vorm te geven. Samen met een hele groep andere personen uit de LGBTQ+ gemeenschap, rondleiding die jullie misschien al gevolgd hebben, misschien ook niet. Ik raad het aan om het zeker te doen. We doen ook UNCEP rondleidingen de komende maanden. Gaat er regelmatig eentje door. Je kan hem ook boeken via de website. Dus tot zover het promopraatje. Ik ga mijn speakbriefje nemen voor het geval dat ik mij zou vergissen. Thijs de Keukeleire, om te beginnen, is al een aantal jaren onderzoek aan het doen rond mannen in de kunst in België in de 19e eeuw. Hij is co-editor van het boek Male Bonds, dat recent is uitgegeven. En hij heeft zijn doctoraat gemaakt rond het mannelijke naakt in het Van de Schekle van België. Dus hij specialiseert in dat aspect van de kunstgeschiedenis. Jonas Roelens kennen jullie misschien als de auteur of co-auteur van het boek Verzwegen Verlangen, dat in 2017 verschenen is en dat duikt in de geschiedenis van homoseksualiteit in België. Hij is historicus en genderhistoricus, geeft les aan het KASK, aan de Universiteit Gent en in de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hij heeft een doctoraat gedaan, ook specifiek over sodomie in de geschiedenis. Jonas en Thijs zijn met ons aan de slag gegaan rond LGBTQ+ thematieken in de kunst, specifiek in onze collectie. En dat heeft eigenlijk het een en ander in gang gezet, waarbij dat ze dan de laatste maanden ook dieper zijn gaan duiken in diezelfde thematieken in de kunstgeschiedenis breder, de kunstgeschiedenis in de lage landen. En vanavond gaan ze een eerste inkijk geven in werk waar ze mee bezig zijn, waarbij dat ze kijken naar LGBTQ+ verhalen die tot nu toe, zoals zo vaak, amper verteld geweest zijn, maar die wel degelijk aanwezig zijn in onze kunstgeschiedenis en in gender, seksualiteit en identiteit in de loop van de voorbije eeuwen. Ik ben alvast zeer benieuwd wat dat er aan bod gaat komen, dus ik ga volop het woord geven aan de sprekers. Nadat zij ermee klaar zijn, is er sowieso uiteraard tijd voor vragen. Daar ga ik of een van mijn bevallige assistenten en assistentes met een loopmicrofoon in het publiek, zodat de mensen thuis ook de vragen kunnen meevolgen, mochten die er al zijn. Dus zeer veel plezier en luistergenot vanavond. Ja, goedenavond iedereen. Kijk, mijn uiteenzetting, of onze uiteenzetting, beginnen. Mijn korte inleiding over het belang van een queer kunstgeschiedenis. En met één specifiek concreet voorbeeld dat ik graag aanhaal om de noodzaak van een queer kunstgeschiedenis te onderstrepen. Dit is een werk van de Franse kunstenaar Pascal Daniel Bouveret, genaamd De Wasvrouw of La Blanchisseuse. En enkele jaren geleden was het te zien op de tentoonstelling Lichte Zeden, Prostitutie in de Franse Kunst in het Van Gogh Museum. En die volgde op de Franse versie Splendeur et Misère, Image de la Prostitution in het Musée d'Orsay te Parijs. In de catalogus bespreekt Richard Thompson, een bekend Brits kunsthistoricus, het schilderij in termen van de ambiguïteit van de blik. En dat is positief, want zoals jullie zullen merken vanavond, een queer kunstgeschiedenis houdt van ambiguïteit. Dus we houden ervan om vragen te stellen en op te roepen, zonder daar noodzakelijk een definitief antwoord op te geven. Maar voor Thompson heeft die ambiguïteit van de blik uitsluitend betrekking op de seksuele beschikbaarheid van vrouwen voor mannen. Het gaat hem om de strategieën die kunstenaars bedachten om te alluderen op clandestine prostitutie. De twee mannen draaien zich samen om te gluren naar de wasvrouw die op een bank gerust langs de scène om te zien of zij hun blik beantwoordt. Maar ze merkt hen niet op of ze doet alsof. De heteronormatieve werking van de blik wordt zo vanzelfsprekend geacht dat Thompson het schilderij voorstelt als een schoolvoorbeeld ervan.
Hij heeft het over een soort seksueel spelletje van is she, isn't she, will she, won't she, dat typerend is voor hem voor de omgang van mannelijke kunstenaars met het onderwerp van vrouwen in de publieke ruimte. Gek genoeg wordt er in de catalogus niet opgemerkt dat de twee mannen arm in arm wandelen, wat nog duidelijker is als je de getekende variant bekijkt. En er wordt ook niet erkend in de catalogus dat het paar al lang geïdentificeerd is als twee hechte vrienden van Damien Bouvray, die vaak voor zijn werk poseerden, namelijk de kunstenaars Gustave Courtois en Karl Ernst von Stetten. Zoals kunsthistoricus Gabriel Weisbrook heeft kunnen aantonen, op basis van bewaard bronnenmateriaal, waren die twee een romantisch koppel. Dat maakt natuurlijk een groot verschil. Het ontcijferen van de betekenis van het werk wordt heel pak lastiger, eenmaal je die aspecten in rekenschap brengt. En de queerheid van het werk wordt in de catalogus volledig voorbijgegaan. Het inpassen ervan in een rechtlijnig heteronormatief verhaaltje resulteert in het uitwissen van queerheid, een queer erasure. Een inbreuk dus op de historische realiteit. Ik begin ermee omdat het voorval eigenlijk verschillende aspecten illustreert van een queer kunstgeschiedenis die nauw geleerd zijn aan elkaar. Maar ten eerste typeert het soort ontkenningen of verwerpingen van het belang van een queer kijk die gangbaar zijn in de academische en in de museale wereld. Yves Kosofsky-Sedgwick, zij is een van de grondleggers van queer studies, zij overliep 30 jaar geleden al een hele race van dat soort bezwaren. En die blijven gangbaar in feite tot op vandaag. Dus de meeste academici, curatoren, conservatoren, die stellen zich die vragen niet en die weten het niet. Er is geen zwart-wit bewijs van geslachtelijk verkeer, stellen ze bijvoorbeeld. En dat impliceert dan dat we er veilig van kunnen uitgaan dat de historische figuur in kwestie een leven lang overtuigd en exclusief heteroseksueel was. Of, zelfs als we het tegendeel kunnen aantonen, dan doet het er niet toe. Meer nog, het staat misschien zelfs in de weg van een serieus begrip van het leven van die figuur en hun nalatenschap. Zoals Sedgwick het zo mooi stelt, reflecteren dat soort bezwaren belangrijke kwesties in de historiografie van seksualiteit en gender, maar ze reflecteren er niet op. In de plaats maken ze mond dood. Ten tweede toont het voorval dat queer verhalen niet vanzelf komen bovendrijven. Zoals dat van Damien Bouvray zijn er nog talloze queer verhalen te vertellen. Veel meer nog dan je op het eerste zicht zou vermoeden. In een ideale wereld maken die natuurlijk gewoon deel uit van de museale opstelling en van de beschouwingen door kunsthistorici en catalogie. Maar in de praktijk worden die verhalen ondergesneeuwd, worden die al dan niet bewust genegeerd, of erger nog, zoals in het geval dus van Damien Bouvray, worden ze gebruikt om een volkomen heteronormatief plaatje te bevestigen. Ten derde, een veelgehoord bezwaar, of een bron van scepticisme bij zo'n queer geschiedenissen, is het idee dat een queer kijk op de een of andere manier afbreuk doet aan de kunstgeschiedenis zoals we die nu kennen. Maar het is geen of-of verhaal, en wel een en-en. Het voorbeeld toont mooi aan dat een queer perspectief niet het begrip van het verleden verarmt, maar net verrijkt. Een queer kijk toont dat het verleden voller, complexer en genuanceerder is dan we denken. Dat kunnen we alleen maar verwelkomen. Het feministische collectief Guerrilla Girls die stelde in 1987 dat je maar een deel van de puzzel te zien krijgt zonder de blik van vrouwelijke kunstenaars en personen van kleur. En daarin kunnen we dus de holibi- en transgemeenschap toevoegen. Die poster die leidt ons meteen naar de bredere shift in de richting van decanonisatie die nu plaatsvindt in de kunstwereld. Decanonisatie stelt niet dat kanonieke kunstwerken en kunstenaars geen waarde of geen belang hebben, maar het toont dat de kunstgeschiedenis die wij kennen uitgaat van een heel specifieke en heel beperkte invalshoek, vanuit een hoofdzakelijk wit, mannelijk en heteronormatief standpunt. En decanonisatie probeert vervolgens ondergerepresenteerde groepen in de schijnwerpers te plaatsen. De LGBTQ-tour van het MSK is een voorbeeld van het soort decanoniserende, diversifierende denken dat vooral in de 21e eeuw ook tot in de grote musea voor schone kunsten is doorgedrongen. Maar ik zei dan wel dat er nog eigenlijk niet zoveel veranderd is op vlak van die bezwaren die Sedgwick opzomde, maar in de afgelopen 30 jaar is er wel degelijk ook veel veranderd. De tour is een van een rij van museale initiatieven die het traditionele kunsthistorische plaatje doorbreken. Ze laat toe om de kunst, om die kunst en die kunsthistorische verhalen voor de verandering eens centraal te plaatsen. Kunst is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van seksualiteit en gender, net omdat seksualiteit en gender in wezen essentie krijgen, vorm krijgen in representatie. Ze zijn ingebakken in beeld en in beeldtaal.
Niet dat kunst daarom per se een gemakkelijke, makkelijk herkenbare spiegel voor had van de maatschappij. Historische mentaliteitswijzigingen blijven moeilijk te vatten of precies te lokaliseren. Afgezien van het puur individuele niveau van de kunstenaar zelf, krijgt kunst vorm door wat er breder in de maatschappij gaande is. En tegelijkertijd heeft kunst ook het vermogen om meer het maatschappelijk denken vorm te geven. Het articuleert en bevestigt normen en conventies, maar stelt ook normen en conventies bloot. Het ondergraaft ze, het rebelleert er tegen. Al die aspecten komen in feite samen in een queer kunstgeschiedenis. Er is dan ook geen één manier waarop een werk queer kan zijn of zich kan lenen tot een queer kijk, zoals wel duidelijk zal worden in deze uiteenzetting. Het queer aspect kan rechtstreeks verband houden met de geaardheid en de genderidentiteit van de kunstenaar of de geportretteerde, zoals in het geval dus van het werk van Daniel Bouveret. Maar het kan ook gelinkt zijn aan de context waarin het wordt getoond en aan wie er kijkt. Een werk zoals dat van Daniel Bouveret bijvoorbeeld kon ook vroeger al, toen, net zoals nu, onder de radar hebben gevlogen op tentoonstellingen en salons, terwijl de dieperliggende betekenissen alleen voor intimi toegankelijk waren. Gabriel Weisberg, dus die man die twee heeft geïdentificeerd, die heeft het over een soort van visuele gevatheid die alleen geapprecieerd zou kunnen worden door de vriendenkring van de kunstenaar. Een in-joke, zoals hij het stelt. Dan kan een queer kunstgeschiedenis nog verder doortrekken zelfs, naar pictorale thematieken en motieven, en zelfs naar de vraag van stijl zelf, zoals in het geval van Kitsch en Camp, waarover Susan Sontag een baanbrekend essay schreef. Jonas en ik willen vanuit dat perspectief dus naar die Belgische kunstgeschiedenis kijken. In onze optiek vormt die een schatkamer van LGBTQ-verhalen die tot nu toe nog niet breed onder de aandacht zijn gekomen. Als uitloper van de gidstoer werken we momenteel aan een boekproject dat volgend jaar zal verschijnen. Met 50 werken zal het een bloemlezing bieden van queer kunst in onze contrée van middeleeuwen tot vandaag, in nauwe relatie met een bredere holibi- en transgeschiedenis. We doen dat in partnerschap met het MSK. We zijn het museum dan ook heel dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons blijven stellen. Het boek is een work in progress, maar het is een project waarover we heel enthousiast zijn. We stellen het vandaag dan ook graag aan jullie voor, bij wijze van een eerste oefening. Dus dat wordt spannend. Het is ook de eerste duo-lezing die wij geven. Dus we bouwen onze uiteenzetting op aan de hand van 7 thema's, die ik hier ook op de slide heb gezet. En die zullen ook de structuur vormen voor ons boek. Dus per thema lichten we enkele werken uit van de zuidelijke Nederlanden en België, aangevuld en vergeleken met voorbeelden uit het buitenland. En we proberen vooral om het ook niet al te vrijblijvend te houden, maar om bij elk thema ook een verhaal te vertellen of een punt te maken. Dan geef ik aan jou het woord. Een beetje flashback naar mijn eerste communie, dat we ze moesten wachten om de pupiter op te mogen. Maar ik betwijfel of dat de thema's die we vandaag gaan bespreken toen aan de orde zouden zijn geweest. Hè. Wat Thijs zei over hoe hard zo'n studie en zo'n boek nodig is, dat kan ik volmondig bevestigen, want een paar jaar geleden heb ik meegewerkt aan een publicatie. Daar kwam een hoofdstuk in rond een sodomitische beeldhouwer. Dat schreef ik samen met een collega uit Leuven. En zij werd toen door haar collega's echt langs alle kanten aan de mouw getrokken met de vraag van, ga je dat echt doen? Ga je daar jouw naam vuil aan maken? Je bent zo'n gerespecteerde kunsthistorica. Dus dat is een anekdote die ze mij in vertrouwen verteld heeft en die ik nu hier live op internet deel met iedereen. Maar we zijn er in Gent, we zijn hier veel vrijblijvender dan in Leuven, dus dat is allemaal geen probleem. Maar dat toont aan hoe hard zoiets nodig is, hè? Dit soort studies, dit soort onderzoek. En zoals Thijs ook al zei, we willen het niet al te vrijblijvend doen, we willen het ook inbedden in een context. Dus daarom ga ik jullie eerst in een soort 7 mijlslaarzen meenemen door die geschiedenis van homoseksualiteit in België. Voor mijn studenten heb ik daar 3 uur nodig, maar ik ga dat dus hier iets korter doen, geen paniek. Maar wat we ook willen benadrukken in het kijken naar kunst en in het interpreteren van kunst en in het nagaan in hoeverre daar een queer verhaal aan te zoeken is, is het belang van terminologie en begrippen. En we willen ook aantonen dat die begrippen constant aan het evolueren zijn, dat ook vandaag de dag doen, maar zeker ook in het verleden aan evolutie onderhevig zijn geweest. Dus wat we vandaag als queer of als homoseksueel beschouwen, is iets tijdgebonden. En is iets wat, in het verleden niet zomaar, of wat je niet zomaar naar dat verleden kunt transponeren. Je ziet hier een lijstje met allerlei termen die eigenlijk min of meer op hetzelfde duiden, maar toch een heel eigen culturele context hebben. En ik ga er met jullie een paar over lopen. En we gaan, in België gaan we niet in de oudheid starten, we gaan in die middeleeuwen van start.
waar we eigenlijk zien dat er een zeer religieuze basis is om over homoerotische relaties en verlangens te spreken. Men verwijst dan altijd naar het Bijbelse verhaal, Sodom en Gomorra, twee oud-testamentische steden, die ja, door God met vuur en zwavel, zoals je hier op deze prachtige afbeelding kunt zien, vernietigd zijn, omdat de mannen volgens een bepaalde interpretatie tegen natuurlijke, tussen aanhalingstekens, seks met elkaar zouden gehad hebben. God kon daar niet mee lachen en hij strafte iedereen in die stadsmuren, schuldig, onschuldig, vrouw, kind, jong, oud, enzovoort. En dat is een belangrijke legitimatie geweest om het te veroordelen, om die verlangens te veroordelen. Later is men dat dan gaan meer vanuit een verlicht perspectief bekijken. Het werd een sociaal probleem in plaats van een religieuze zonde. Nog later komt daar een medisch perspectief bij. Dus je ziet hoe een maatschappij telkens opnieuw betekenis geeft aan die verlangens, aan die identiteiten. Onderzoek daarnaar doen is niet zo evident, omdat het heel lang natuurlijk een taboe onderwerp geweest is. Iets wat zeer persoonsgebonden is, wat zeer individueel is, waar ook lang straffen op stonden. Dus het is zeer moeilijk als historici en kunsthistorici om daar echt heel nauw mee in aanraking te komen, om de betrokkenen zelf aan het woord te laten. We moeten ons ervan bewust zijn dat we heel vaak kijken of lezen, maar vooral kijken vanavond, naar verhalen die verteld worden over personen in plaats van door personen. Dat is zeker zo als je in juridische archieven snuistert. Dan word je geconfronteerd met getuigenissen en vonnissen die neergepend zijn door klerken, door de autoriteiten, die iemand misschien wel monden in de woorden leggen. Maar dat is bij het visuele niet anders. Dus dat blijft een uitdaging bij die interpretatie. Heel kort, even een zevenmijlslaarzen, omdat we ook geen al te chronologisch verhaal gaan vertellen vanavond. We gaan eerder thematisch te werk, zoals je al kon zien, maar daarom is het net zo handig om misschien die kapstok even in het achterhoofd te houden. Vanaf die middeleeuwen zien we dat sodomie, de term afgeleid van dat Bijbels verhaal, aan de oppervlakte komt en dat dat een groot maatschappelijk probleem wordt. De notie is namelijk als dusdanig, God heeft die steden gestraft en de angst leeft dat hij dat opnieuw kan doen als we niet streng genoeg ingrijpen als maatschappij. Dus we moeten die sodomieten straffen. En sodomie, dat wordt een zeer breed begrip. Een paraplu-term voor allerlei vormen van seksualiteit die niet op voortplanting gericht zijn. Zaken die wij vandaag de dag niet noodzakelijk met queer of met homoseksualiteit of dergelijke associëren. Masturbatie valt er ook onder. Bestialiteit evenzeer, dat is voor de geïnteresseerde seks met dieren. Kindermisbruik, anaal geslachtsverkeer tussen man en vrouw. Dus u ziet een hele reeks handelingen die vandaag niet onder die queer paraplu vallen. Dat is een groot taboe, daar mag eigenlijk niet over gesproken worden, wat het onderzoek niet evident maakt natuurlijk, maar er wordt wel streng bestraft. Zeker in deze regio, we zijn eigenlijk bij de koplopers in Europa op dat moment helaas. Hè. Er wordt de brandstapel toegepast en dat gebeurt hier vrij frequent. Meestal of de piek zit tussen 1450 en 1525, weliswaar met heel sterke regionale verschillen. Hè. Gent is helaas ook een stad die stevig een steentje heeft bijgedragen. Brugge is nog veel erger in dat verband. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is dat niet noodzakelijk of louter de verantwoordelijkheid van de autoriteiten. Heel vaak is het de gemeenschap, de stedelijke gemeenschap zelf, die vragende partij is om die grote rituele processen, die executies, uit te gaan voeren. Geleidelijk verandert dat. We zitten dan in de 18e eeuw, de verlichting komt op, maar koesteren geen illusies. Politici vandaag leuteren graag over onze verlichtingswaarden en die kleven daar dan van allerlei associaties aan. Die verlichtingsfilosofen, zoals een Rousseau en Voltaire en zo, dat zijn geen mensen die op de barricade staan om homorechten te gaan prediken. Zij vinden gewoon dat de kerk daar niets over moet te zeggen hebben, maar ze beschouwen het wel nog altijd als een probleem. Een sterke natie moet nieuwe bevolkingsaangroei hebben en homoseksuele mannen die het met elkaar doen, daar komen geen kinderen uit voort. Dus die moeten ontraden worden om die handelingen te gaan plegen. Dat is een beetje de idee. Dus men gaat inzetten op preventie. Men wil, als het ware, dat de jeugd daar niet mee in aanraking komt. Maar als gevolg van die Franse revolutie, waarmee men carte blanche maakt met het volledige ancien regime, wordt sodomie gedecriminaliseerd. Het komt niet meer in het strafwetboek voor. En die Fransen zijn nogal territoriaal ingesteld. Dus vanaf 1795, wanneer wij onder het Franse Rijk vallen, is dat ook hier in de zuidelijke Nederlanden het geval. En dat wordt verankerd in de Code Napoleon door de welbekende keizer. De paradox is dat openbare zedeschennis wel strafbaar blijft. Dus men vindt daar een soort achterpoortje om alsnog mannen die het met mannen doen, vrouwen die het met vrouwen doen, te bestraffen. En openbaar is zeer wijd of zeer ruim geïnterpreteerd
Als ik uw slaapkamer binnenval en ik zie twee mannen het met elkaar doen, dan is het openbaar, want je bent betrapt. Hè? Dus zo redeneert men in die tijd. Vanuit het idee, je moet, kinderen, jongeren worden verleid daartoe, je moet die beschermen daartegen. Binnen die gemeenschap verandert er wel van alles. We zien zeker in grote steden, niet in Gent of nu niet zozeer in Gent. Gent is vandaag een bruisende stad, maar is een veel provincialer hol in vergelijking met Parijs, Londen en Amsterdam op dat moment. Maar in die steden zien we subculturen opduiken, zien we herbergen die zich beginnen richten specifiek op een doelgroep, op een speciaal doelpubliek. Dus binnen die gemeenschap verandert er van alles. Dat heeft ook gevolgen voor die zelfbewustzijn en die zelfrepresentatie. 19e eeuw, ik zeg het, ik ga er zo snel mogelijk door. Dan zitten we weer met een nieuw paradigma, weer met een nieuw discours. Men kijkt er namelijk niet meer vanuit een strikt religieuze of een strikt politieke manier naar, maar vanuit een medisch perspectief. Homoseksualiteit wordt nog geen geaardheid, maar wordt een soort aandoening. Wordt iets wat geen individuele keuze is, maar wordt iets wat aangeboren is. Wordt dus iets waar je geen individuele verantwoordelijkheid voor hebt. Iets wat je niet kunt aan doen. En waar je dus ook geen discriminatie voor zou moeten ondergaan, is één stroming in die maatschappij. Andere stroming zegt, ja, maar als dat aangeboren is, als dat een aangeboren afwijking is, dan kunnen we dat genezen. En je begint een hele reeks therapieën te krijgen om homoseksualiteit uit te roeien, om mensen te bekeren, als het ware. Dus dat is een beetje die twee spalt die daar leeft. Dat is in België niet zo'n grote discussie. Van in de 19e eeuw heeft men het idee van hoe minder je erover babbelt, hoe minder problemen we hebben. De typische, ja, bijna tjeverige stilzwijgerigheid, als het ware. Hè? En het duurt dan ook heel lang vooraleer we in België een beweging hebben, een groepering die eigenlijk die discriminatie aanvecht. Het duurt tot de 20e eeuw. Vooraleer die beweging echt goed op gang komt. We zitten dan in het jaar 1953, wanneer Suzanne Daniel een beweging opricht. Maar het duurt eigenlijk pas in de jaren 60, 70, 80, krijgt dat strijdkracht, krijgt dat slagvaardigheid, wanneer men gaat inzetten op de afschaffing van een wetsartikel, waar ik nu wegens tijdsgebrek niet te diep op inga. Maar het komt erop neer dat homoseksualiteit nog altijd gediscrimineerd werd in de wetgeving en dat daartegen geageerd werd. En zeker in de jaren 60, 70 ging dat er wel eens verhit aan toe met marsen, met vandalisme her en der. Alles om die strijd te bereiken. En dat vergroot ook weer die zichtbaarheid van die gemeenschap in die samenleving. Een gigantische dip is natuurlijk de jaren 80 met die AIDS-crisis die een enorme shockgolf door de samenleving teweegbrengt. Dus zeker in die eerste jaren is er onwetendheid, is er angst. De geleidelijke acceptatie gaat zien drogen achteruit, omdat men gewoon bang is om besmet te worden. En dan, en dat is nog altijd een van die vele Belgische mirakels, hè, en wat voor korte tijd dat die kentering ingezet is en hoe we eigenlijk naar een zeer wijdverspreide, althans op papier, althans wettelijk, naar een wijdverspreide acceptatie en tolerantie gegaan zijn, is iets wat ongezien is en waar we eigenlijk ons, als je het heel kort door de bocht stelt, van koplopers tot brandstapels, naar koplopers in het creëren van gelijke rechten en emancipatie. Ook hè, als we dan die beweging breder zijn gaan bekijken, binnen de transgenderbeweging ontplooit België zich als een van de meest liberale en vooruitstrevende landen qua wetgeving en omkadering. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen nieuwe uitdagingen zijn. Waar ik ook hier wegens tijdsgebrek ook niet te diep op inga, maar het is gewoon belangrijk om te zeggen, die geschiedenis is niet afgerond of is niet nu definitief verteld. Dat is iets wat zich blijft ontwikkelen. Onthoud dit lesje goed voor wat er straks nog komt, hè, want nu heb ik gewoon even een maatschappelijke duiding gegeven. En nu gaan we dieper in op die visuele bronnen. Het is ook heel belangrijk om aan te tonen dat we, zoals Thijs ook al zei, weggaan van die kanon, dat we een brede visuele cultuur gaan hanteren, dus dat we museale stukken gaan tonen, maar ook alledaagsere gebruiksvoorwerpen, foto's en dergelijke meer, om dat totaalverhaal te vertellen. En we gaan starten met een soort eregalerij, zo je het wil noemen, met een portrettenreeks van mensen die het verdienen om in het voetlicht te plaatsen, om dat verhaal duidelijker te vertellen. En ik geef graag terug het woord aan Thijs. Ja, inderdaad. Dus het eerste thema dat we zullen uitlichten is het portret. En zoals Jonas zei, het is de bedoeling om daar of toch uiteindelijk in ons boek een soort portretgalerij te creëren om echt oog in oog te kunnen staan met figuren uit die lange holibi- en transgeschiedenis die Jonas nu
zo beknopt en kracht heeft kunnen weergeven. Dus een ereplaats in zijn galerij moet toegekend worden aan dit portret van Sander Pierrot, dat jullie misschien kennen, want het bevindt zich natuurlijk in de collectie van het MSK en het is ook in de LGBTQ-tour opgenomen. De schilder, Frans van Holder, die toont Pierrot fel uitgelicht en in halve lengte. Met zachte blik en met hoofd licht gedraaid, kijkt Pierrot mijmerend voor zich uit. Het is een heel geslaagd portret, maar in de themazaal vol portretten in het MSK zou je misschien niet zo heel lang bij blijven stilstaan. Het is het achterliggende verhaal dat de geportretteerde echter helemaal tot leven brengt. Pierrot was als kunstcriticus en schrijver graag gezien en wel gekend en hij telde vele vrienden in de toenmalige Belgische kunstkringen. En vandaag weten we met zekerheid dat Pierrot ook een van de eerste bekende Belgen is die zelf queer was. Toen hij zo'n 20 jaar oud was, begon hij een romantische relatie met de heel wat oudere auteur Georges Eekhout, een sleutelfiguur uit de Belgische seksualiteitsgeschiedenis, maar ook uit de Belgische literatuurgeschiedenis. Eekhout was de eerste die in ons land expliciet over mannenliefde schreef. In zijn boek Escal Vigor van 1899 vertelt het verhaal van de tragische romance van de graaf Henri de Kilmark en de mooie boerenknaap Guido Hovaerts. Hun liefde werd in platonische termen beschreven in het boek, maar zelfs dat was voor die tijd ongezien. Eekhout moest terecht staan wegens schending van de openbare zeden. De auteur werd uiteindelijk vrijgesproken, maar die publieke aandacht voor het onderwerp in België was ongeëvenaard. Want dat is iets dat we vaak inderdaad zien, zoals Jonas ook zei, ik denk dat de slide af en toe vanzelf al verder gaat. Zoals Jonas al zei, dat cliché van de jaren stilletjes geldt echt wel voor België. Dus die publieke aandacht op dat moment rond de eeuwwisseling was echt ongezien. Wat anders zo stil bleef rond seksuele oriëntatie, hadden vooraanstaande tijdschriften, zoals L'Art Moderne, en kranten, zoals Le Peuple, het nu over uranisme. Dat is ook een van die termen die ondertussen niet meer gangbaar is, maar die toen verwees naar een geïdealiseerde notie van mannenliefde. Al snel moest de gehele literaire wereld zijn zegje doen en er werd hevig gedebatteerd in die kranten over de aard van Escal Vigor en of het nu wel of niet als pervers moest bestempeld worden. Amper 5 jaar dus, na het ophefmakende smaadproces rond Oscar Wilde, kende ook het proces rond Eekhout's boek Internationale Weerklank. Er kwam een actie op gang waarin meer dan 200 Franse en Belgische auteurs hun steun betuigden aan de schrijver. En dat is niet vanwege de homoseksuele inhoud van het boek, maar eerder als een stem tegen elke vorm van censuur. Ten tijde van de rechtszaak was Eekhout al in een relatie met Pierrot. Bronnenmaterialen over het seksuele leven van een historisch figuur ontbreekt vaak. Zo'n dingen werden nu eenmaal zelden expliciet neergeschreven of vastgelegd. En bovendien werden dat soort gevoelige bronnen ook vaak vernietigd of gecensureerd door de betrokkenen zelf of na hun dood door hun nazaten. En dat gebeurde ook niet altijd met slechte bedoelingen. Het was ook soms om hen te beschermen, natuurlijk, in een samenleving die algemeen vijandig staat ten opzichte van expliciete uitingen van queerheid. In het geval van Pierrot en Eekhout is de briefwisseling dus gelukkig wel bewaard gebleven, al is er ook hier een vreemde hand door die brieven gegaan om bijvoorbeeld mannelijke voornaamwoorden te vervangen door vrouwelijke. De brieven die Eekhout opdraagt aan zijn bien-aimé Petit Sander vormen een schat van informatie over de unieke band tussen de twee mannen. Die band zou vele jaren aanhouden, ondanks dat beide gehuwd waren met vrouwen. Innige vriendschap vermengde zich met liefde en passie in zo'n mate dat we niet meer kunnen zeggen waar het ene eindigt en het andere begint. Hoe Pierrot zich vandaag nu precies zou identificeren, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen en dat hoeft uiteraard ook niet. Die terminologie van vandaag, maar ook de keuzes die wij hebben in onze subjectiviteitsvorming, die waren anders voor Pierrot. We kunnen dus wel met zekerheid stellen dat hij niet heteroseksueel was. Ook vroeger al zochten queer individuen naar historische voorgangers, met de bedoeling om een eigen geschiedenis te gaan samenstellen, als basis dus voor hun gemeenschapsvorming, maar ook de legitimatie van de eigen gevoelens en de eigen verlangens. Om te tonen dat we er eigenlijk al altijd geweest zijn. Een beetje een we're here, we're queer in historische zin. Edmond Picard, een advocaat en ook een sleutelfiguur in de fanciële kunstwereld, hij nam de verdediging op van Georges Eekhout toen die werd aangeklaagd. Hij schreef daarover een opiniestuk in L'Art Moderne in die tijd. En hij stelde daarin dat Escal Vigor eigenlijk niet anders is dan, en ik citeer hem in het Nederlands, een adaptatie naar het Vlaamse vaderland van het avontuur dat figuren overkwam zoals Plato, Socrates, Michelangelo, Shakespeare, Molière, Goethe, Byron. Het was inderdaad standaard dus om in zo'n pleidooi met de oudheid te beginnen.
voorstellingen van de antieken, zoals die die ik hier toon, die krijgen zo natuurlijk een andere lading. Dat geldt zeker voor Plato en Socrates. En in een artikel heb ik ook de hypothese gesteld dat het door die Hanse Heisa rond Escalvigar was dat de Belgische overheid besloot om Delville zijn voorstelling van Plato uiteindelijk niet aan te kopen. En dat geldt dus ook natuurlijk voor een figuur zoals Sappho. Dat spel van een van ons te spotten in het museum en de galerij is eigenlijk heel courant. Onze aandacht gaat vanzelf naar haartooi, kledij, maar ook naar pozen. Naar kenmerken die onze gaydar doen afgaan. En bewust van het levensverhaal van Pierrot gaan we eigenlijk ook als vanzelf naar zijn portret extra goed kijken en het afspeuren op zoek naar aanwijzingen. De kunstinstallatie Some Faggy Gestures van de Deense kunstenaar Henrik Olesen gaat eigenlijk uit van die notie. Gekleefd tegen een zwarte wand toont hij een reeks portretten van notabelen uit de westerse kunstgeschiedenis. En ik citeer, in poses en outfits die vandaag zouden gezien worden als stereotype gay. En wie goed kijkt, spot onder andere Jan van Eyck met tulband rechtsboven en Antoon van Dijk rechtsonder. Van Dijk stelde zich op zijn zelfportretten voor met intense blik, roze-rode lippen, met losse pols, krullende vingers en de hand op de heup. De installatie van Olesen komt natuurlijk met een grote knipoog. Het stelt niet dat die mannen allemaal noodzakelijkerwijs nichten waren of Jeannette, maar het doet nadenken over de historiciteit van zo'n concepten, over onze eigen noemers, over het onderscheid ook tussen verwijfd en mannelijk. En het stelt ook de worsteling bloot van de kunsthistoricus om werken zoals die zelfportretten van Van Dijk ook te gaan omschrijven voor de hedendaagse toeschouwer. In één catalogus bijvoorbeeld heeft de auteur het over hoe de houding van Van Dijk een verfijning en een elegantie verraadt, over een geraffineerde sensualiteit, om dan uiteindelijk toch toe te geven dat die hele verschijning iets vrouwelijk heeft. Het doorbreken van gendernormen in houding en tenue gold doorheen de geschiedenis ook voor vrouwen als een signaal van een queer identiteit. En als laatste, bij dit deel, wil ik dan ook even stilstaan bij het werk De Virago van Frans de Boever. Dat is een portret van een vrouw die opdoemt uit de tuister met een opgestoken sigaret, leunend op haar eigen hand en op de rug van een stoel. Ik veronderstel dat het zich ergens, Bart zal dat misschien kunnen bevestigen, ergens diep in de depots van het MSK bevindt, maar dit is ook de beste afbeelding die ik kon krijgen. De schilder Frans de Boever die creëerde het rond de eeuwwisseling. Misschien zou het oorspronkelijke personage Maslova van Leo Tolstoy, van een van de boeken van Leo Tolstoy, hebben voorgesteld. Maar op een bepaald moment kreeg het werk dus de titel De Virago, of La Virago. Een term die slaat op een vrouw die typisch mannelijke kenmerken aanneemt. Ik heb het even opgezocht ook in het woordenboek der Nederlandse taal. Die concrete betekenissen van Virago die variëren. Dus het gaat van een forse, krachtige, manhaftige vrouw over een manwijf. Dat is trouwens ook de tweede titel, of de variatie van het MSK. Tot zelfs een zich man voelende of als man gedragende vrouw in de medische zin. De sigaret is daarbij mogelijk belangrijker dan ze op het eerste zicht lijkt. Want op het moment dat de Boever het schilderde, werden vrouwelijke rokers eigenlijk algemeen gezien als outsiders. Als lesbiennes of als nieuwe vrouwen, bijvoorbeeld. Door het spectrum van mogelijke betekenissen is het dan nog moeilijk om de implicaties van het portret met zekerheid te gaan achterhalen. Wat wel zo is, is dat in het interbellum lesbische en genderqueer vrouwen een publieke zichtbaarheid opeisen door, door zelf actief de traditionele kentekenen van femininiteit te verwerpen en door in de plaats te kiezen voor een androgyne of een masculine look. Op een moment dat natuurlijk ook voor vrouwen in de bredere samenleving er nieuwe mode mogelijkheden openen. We zien hier de Britse kunstenaar Gluck op een portret door Romaine Brooks en op een zelfportret. Zij bleef haar leven lang vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, maar ze greep een transgressief mannelijk persona aan. En andere voorbeelden zijn ook te zien of te vinden in de Franse, Duitse en Belgische lesbische scènes. We kunnen er helaas ook wel niet van uit in een overzicht zoals vanavond. We moeten ook aantonen dat, of we kunnen niet anders dan aantreffen, dat queerness, homoseksualiteit, lesbische gevoelens, dat die heel vaak negatief gepercipieerd zijn. Hè? Los van die positieve zelfrepresentatie zijn er ook heel vaak mensen die over homoseksualiteit gedacht en zaken uitgebeeld hebben. Dus daarvan wil ik jullie een aantal zaken laten zien om daar een aantal mechanismen of patronen uit te distilleren.
Heel vaak wordt die thematiek gebruikt om de wij-groep te definiëren tegenover de zij-groep. Hè. Wij versus zij. De ander wordt gedefinieerd aan de hand van seksualiteit en seksuele normen en waarden. En dat is eigenlijk een eeuwenoude traditie. Als je vandaag de dag Poetin zaken hoort zeggen over hoe homoseksualiteit in Rusland niet voorkomt en dat dat een westerse deviantie is, hè, dan is dat eigenlijk iets wat al in de middeleeuwen, in de vroegmoderniteit voorkomt. Het is iets om de ander te definiëren. En dat zien we hier in deze bijzonder fascinerende print, gemaakt door Theodore de Brie. Dat is een Luikenaar die als smid zijn opleiding heeft gekregen, maar later ook als graveur is gaan werken, een atelier in Antwerpen heeft opgericht. En eigenlijk beroemd is geworden met dit soort prenten, waarin hij ontdekkingsreizen die te boek gesteld werden, geïllustreerd heeft. En hier zie je een wel zeer fascinerende en gruwelijke episode bij die conquistadores. Je ziet er namelijk Núñez de Balboa, bovenaan pontificaal in het midden, een van die Spaanse veroveraars, die op zijn ontdekkings- en veroveringstochten inheemse bevolkingsgroepen aantreft die er andere seksuele zeden en normen op nahouden dan die Spanjaarden zelf. Zij worden terstond van sodomie beschuldigd en de gevolgen zijn vrij gruwelijk, zoals je ziet. Die mensen worden aan de honden geofferd, gevoederd. En het verschil is zeer duidelijk. Hè? Die Spanjaarden staan bovenaan, die staan gekleed, die staan rechtop. Een teken van mannelijkheid en van viriliteit. En die inheemse bevolking wordt naakt, liggend, kronkelend uitgebeeld, waardoor ze als slap en verwijfd gepercipieerd worden door tijdgenoten. Dat is een zeer belangrijke visuele propagandavorm. Hè. Het toont aan dat het gerechtvaardigd is om die nieuwe ontdekte gebieden te veroveren, te koloniseren en die mensen tot slaaf te maken, want zij zijn toch maar sodomieten. Dat is het idee die hierachter zit, waar Theodore de Brie eigenlijk wat aan meegewerkt heeft. Het idee om de ander te gaan definiëren, om je eigen zaak te bepleiten en om seksualiteit en homoerotische verlangens daarbij te gebruiken, zien we in heel wat contexten opduiken in onze contreien, in de lage landen. Dus ook hier in dit voorbeeld zeer goed te zien. Philippe Fruitiers, dat is een barok schilder die vaak die grotendeels in de schaduw van Rubens en Van Dijk staat, maar die ook naam gemaakt heeft als graveur en die ook hier zijn steentje bijdraagt. Waar kijken we hier naar? Een veelluikje, als het ware, op papier, waar de protestanten, maar we zitten hier in de 16e eeuw, volle godsdienststrijd tussen de katholieken en de hervormden, waarbij de protestanten belachelijk gemaakt worden. En een van die sleutelscènes, links te zien, is Johannes Calvijn, die ervan beschuldigd wordt sodomie te hebben gepleegd. En hij zou dan betrapt zijn op heterdaad en de bisschop van Noyon, want daar vindt de scène plaats, zou hem dan genade gegeven hebben, eigenlijk verdient hij het op de brandstapel te komen, maar hij krijgt enkel een brandmerk. Hè. De Franse lelie wordt op zijn rug gebrandmerkt. De boodschap ook hier weer is heel duidelijk. Ga niet naar die verdorven nieuwe kerk. Blijf maar bij ons, bij de katholieken, want wij doen dat niet. Daar valt ook van alles over te zeggen, maar dat gaan we ook niet op de livestream doen. Maar goed, het concept is duidelijk. Hè. Je pleit jezelf vrij, je discrimineert de ander, je veroordeelt de ander en gebruikt daarbij homoerotiek. Ik toon hier twee 16e-eeuwse voorbeelden, maar eigenlijk kunnen we veel verder terugkeren in de tijd. Hier zitten we in de 14e eeuw. Opnieuw een voorbeeld, een proto-Belgisch voorbeeld, hè, rechts, gemaakt in Doornik. We kijken hier naar de veroordeling van de Tempeliers. De roemruchte ridderorde waar enorm veel onzin over verschenen en geschreven is in de loop der tijden. Maar het feit is wel dat zij in 1307 veroordeeld of beschuldigd werden liever door Philips de Schone, de Franse koning. Waarom? Omdat die man tot over zijn oren in de schulden bij die ridders zat en die schulden niet meer kon aflossen en er niet beter op vond dan hen van ketterij en sodomie ook te veroordelen. En van allerlei wilde verhalen over orgieën en ceremonies deden de ronde waarbij men dit soort ongebruikelijke begroetingen hanteerde. Dat heeft zeer concrete gevolgen gehad, want die tempeliers zijn effectief geëxcommuniceerd, hun orde werd opgeheven en heel veel van die leden zijn op de brandstapel geëindigd. En zoals ik eerder al zei, de brandstapel is een zeer courante methode om die sodomieten te gaan executeren en te gaan bestraffen, omdat dat natuurlijk een zeer afschrikwekkend effect heeft. We hebben daar niet zo gek veel afbeelding van, want men zit met een spagaat, men zit met een tweestrijd. Enerzijds gigantisch belangrijk om dat af te schrikken. Don't try this at home is de boodschap als je zo'n brandstapel in het echt ziet.
Anderzijds is het een gigantisch taboe waar zoveel mogelijk over gezwegen moet worden. Dus dat op beeld vastleggen zit daar ergens tussenin. Dus voor onze contrij hebben we helaas niet zo gek veel voorbeelden. In het buitenland komt dat veel vaker voor, tot en met de 18e eeuw. Hier in het midden een Engels voorbeeld, links en rechts van onze noorderburen, die in de 18e eeuw er bijna een sport van maakten om dit soort vliegende blaadjes af te drukken, waarbij uitgebeeld werd hoe de persoon in kwestie aan zijn of haar einde kwam, en waarbij dan een begeleidende tekst afgedrukt werd, waarmee men collectief kon meezingen, als het ware het hooligankoor die de executie aan het bijwonen is. Dat zijn dus zeer interessante bronnen. Dat visueel is hier heel belangrijk om aan te tonen hoe sterk dat veroordeeld wordt. Dus het beeldende en het textuele vullen hier elkaar enorm aan. Een zeer intrigerend voorbeeld, met een lokale context ook, zijn een reeks prenten die gemaakt zijn door Frans Hogenberg. Dat is een prentenmaker die oorspronkelijk uit Mechelen kwam. Een van de beroemdste prentenmakers uit zijn tijd, die een zeer lokale casus vastlegt. Wat gebeurt er namelijk in 1578? Opnieuw die godsdienststrijd tussen katholieken en protestanten. Je krijgt in Gent een calvinistische republiek. Er wordt hier een lokale staatsgreep gebeurd. Het college wordt uit het stadhuis verjaagd en calvinisten nemen de boel over. Lokale monniken zijn daar niet akkoord mee, want zij willen het katholieke geloof blijven uitdragen en komt een rondje monnikenpesten. Zij mogen geen klokken meer luiden, er moeten soldaten in dat klooster, ze moeten hun schatten afstaan en dergelijke meer. Maar coup de théâtre, als er op 16 mei 1578 plots een bericht binnenkomt uit Brugge, waar deze prent over gaat, namelijk dat die monniken, de bedelmonniken of mendicanten, dat zij sodomie met elkaar gepleegd zouden hebben. Het stadsbestuur in Gent heeft natuurlijk niet veel meer nodig om te beslissen, want dat zal bij ons ook wel gebeurd zijn. Men valt daar meteen binnen. Zoals je ziet in Brugge en Gent worden die monniken gearresteerd, die kloosters worden opgeheven. En ook hier betaalt men het gelag. We zien hier een van de enige, bij mij weten toch, enige uitbeeldingen van executies, veroordelingen in de zuidelijke Nederlanden. Op de burg in Brugge zien we hoe in de achtergrond een aantal monniken op die brandstapel eindigen. Je ziet de hooi- en strobalen al klaarstaan. En in de voorgrond zien we een aantal andere monniken die gegeeseld worden met takken tot bloedens toe en hoe hun hoofdhuid afgebrand wordt. Dus je ziet daar de ijzeren staaf die in die vlammenzee heeft liggen opwarmen. Het feit dat daar prenten over gemaakt zijn, zijn bijzonder interessant. Hier zien we de Vrijdagmarkt in Gent. Dus de volgende keer dat je een terrasje doet in de zon, denk misschien eens aan deze onschuldige jongens. Want we hebben vooralsnog geen bewijs dat daar in dat Gentse klooster iets aan de hand zou zijn geweest. Ook hier zie je het onderscheid tussen geestelen achteraan en executies vooraan. Maar die prenten zijn er, en dat is interessant. Ook weer begeleid door een tekst die heel goed uitlegt wat er gebeurd is. En die prenten worden gedrukt en herdrukt en Europees wijd verspreid. In verschillende talen, in herdrukken. Hier zie je die passage gespiegeld. De boodschap is helder, is glashelder. Wij versus zij. Homoseksualiteit, sodomie is iets wat niet in onze gemeenschap thuishoort, wat dus veroordeeld moet worden. Het feit dat men daar zo hard blijft op hameren, dat komt uiteraard door dat Bijbelse verhaal. En ik heb jullie deze afbeelding al laten zien, een prachtige miniatuur uit een Bijbel van Raphaël de Mercatelis. Dat is de bastaardzoon van Philips de Goede, die abt werd van de Sint-Baafsabdij en een schitterende bibliotheek heeft aangelegd. Ik ben één keer die prent in het echt gaan bekijken, maar ik heb de kanunik niet durven zeggen wat de reden was. Ik heb het heel vaag gehouden. Als hij meekijkt, weet hij het nu ook. Maar wat is opvallend, is hoe wijd verspreid dat motief van Sodom en Gomorra is. En die vuur- en vlammenzee die toch zo aanlokkelijk is geweest voor kunstenaars in die laat-middeleeuwse, vroeg-moderne samenleving. Zelfs in plaatsen waar je het niet verwacht. Rechts bijvoorbeeld kijken we helemaal niet naar een Bijbel, maar kijken we naar een juridische tekst. Een traktaat geschreven om schepenen dagelijks te helpen in de handhaving van het recht. De meeste van die er is geen scheiding der machten, dus die schepenen die moeten ook recht spreken. Maar die hebben meestal geen rechtendiploma en die weet, doe maar wat. En dus schrijft op een bepaald moment Joost de Damhouder een traktaat, niet in moeilijk Latijn, maar echt in het Nederlands, als een soort kant-en-klare handleiding om dit misdrijf krijgt deze straf. En dat boek is een marketeer, vol met leuke plaatjes die elk misdrijf bijzonder sappig uitbeelden. Dus er worden mensen in de rug gestoken, er wordt verkracht, al wat je wil. Maar bij sodomie durft hij toch geen plaatje van twee mannen of twee vrouwen toevoegen. Dus grijpt hij weer terug naar het Bijbelse beeld van Sodom en Gomorra. Dus dat toont iets over hoe moeilijk het is om het uit te beelden en hoe
toch die boodschap te verspreiden. Dus op heel veel van die afbeelden, quasi elke Sodom en Gomorra afbeelding, zie je eigenlijk geen zondaars. Je ziet de straf, je ziet de gevolgen, maar je ziet het misdrijf niet. Wat ons soms doet afvragen, in hoeverre is die gewone bevolking op de hoogte van wat sodomie precies inhoudt? Is dat een soort passepartout voor allerlei zonden geworden? Als, zoals we kleine kinderen soms bang maken met Sinterklaas en zijn grote boek, hè, wordt dat iets van pas op voor Sodom of zoiets? Hè? Dus dat is nog maar de vraag in hoeverre de gewone bevolking eigenlijk weet wat dat inhoudt. Want visueel krijgen ze eigenlijk bijzonder weinig beeldmateriaal om dat te ondersteunen. Sodom verwoordt op een bepaald moment tot een soort genre-oefening om een landschap te schilderen. Hier zien we Joachim Patinier, een van de allereerste landschapsschilders in onze contrée, die ook door Dürer als een goede landschapsschilder omschreven wordt. Opnieuw, die Vlammenzee blijkt zeer aanlokkelijk, maar wat er nu precies gebeurd is, dat komen we niet te weten. Rubens die laat zelfs die stad vallen en die focust zich op Lot, die de enige rechtschapen figuur uit die stad die de Vlammenzee overleeft. Elders is men iets sensatiegerichter. Hè. We zien toch vlammen en mensen die krioelen en kronkelen. In onze contrée komt dat iets minder voor. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de context. Hè. Bijvoorbeeld, dan verhuis ik naar Italië. Daar zien we vaak dit soort taferelen. Laatste oordelen waar de zondaars een heel specifieke straf krijgen. Dat komt waarschijnlijk omdat men in Italië veel vertrouwder is met Dante en zijn goddelijke komedie, waarin elke hellekring een specifieke zonde met een specifieke straf, krijgt. Die teksten zijn bij ons iets minder doorgedrongen, of toch minder visueel doorgedrongen. Zoals bijvoorbeeld hier in San Gimignano zie je een prachtig fresco, waar rechtsonder, hier uitgebeeld, die man liggend zowel anaal als oraal ten eeuwige dagen gepenetreerd wordt omwille van zijn zonde. Bij ons zien we veel vaker algemene taferelen, waarbij, zoals bij Hero Gier van der Weijden, waar mensen de hel liever ingesleurd worden. En die man is wel zeer gedetermineerd om zijn vrouw mee te trekken in het verderf. Maar wat er nu precies gebeurd is, dat komen we niet echt te weten. Het dichtst in de buurt, in de Lage Landen, komt misschien nog Hieronymus Bosch met zijn fenomenale tuin der lusten, waar een amalgaam van zonde en lusten ons te beurt valt. Maar waar hij ook zeer uitzonderlijk en voor die tijd expliciet genoeg verwijst naar sodomie. Op het middenpaneel, waar de bevolking zich te goed doet aan van alles en nog wat, zien we namelijk ook allusies op anaal geslachtsverkeer. Die twee zetten namelijk de bloemetjes buiten en betalen daarvoor al gauw het gelag, want ook Bosch maakt wel gebruik van die traditie om een specifieke straf aan een specifiek misdrijf te koppelen. En we zien dus her en daar mensen die anaal gepijnigd en getormenteerd worden, waarmee Bosch niet de leutegaard is die monstertjes schildert, maar veel meer de moraalridder is die wijst op het tijdelijke effect van genot en wijst op het zondige karakter ervan, ook hier weer zijn verhaal waar maakt. Zeer negatieve plaatjes heb ik jullie laten zien, hè? Maar gelukkig zijn er ook andere beelden, iets rooskleurige, pardon the pun, beelden waarin mensen samenkomen en zich samen laten afbeelden. En daar gaan we nu even naar kijken. Ja, dus inderdaad, die rode draad van verdoemenis en veroordeling, die me niet doen vergeten dat er tegelijk ook een heel lange reeks werken is die getuigen van een uitzonderlijke mannelijke intimiteit, waarvan wij voorbeelden zullen samenbrengen in ons volgende thema samen. Dus om te beginnen, deze eerste voorstelling van twee mannen samen. Het gaat om een schilderij genaamd L'Amitié, oftewel De Vriendschap, van de Belgische kunstenaar Jeff Leemboos. Het is een bijzonder werk voor verschillende redenen, waarop ik nu niet zal ingaan, maar toen het werd tentoongesteld in 1898, keek het publiek er alleszins niet van op. Die twee mannen getuigen volgens een criticus van die tijd van, ik citeer, een lange en ontroerende solidariteit in leven en werk. Het is ook zeker niet uniek in hoe het een paar mannen voorstelt, zij en zij. Er zijn voorbeelden van Jacopo Pontormo en van Jacob van Oost, uit de collectie van het MSK. En latere voorbeelden nog zijn zo talrijk dat ik ze ook allemaal moeilijk kan beginnen weergeven. En zo verschillend ook als deze duizelingwekkende ode aan de fraterniteit van Jules Dalou, links, en de verstilde scène van gezamenlijke lectuur door Pablo Picasso, rechts. En als je kijkt naar een bredere visuele cultuur, zijn er ook ontelbare foto's uit de 19e en vroege 20e eeuw van mannen die samen op de foto gaan. Arm in arm of hand in hand, samen op één stoel of zelfs op elkaars schoot.
De historicus John Ibsen, het echtpaar Hugh Ninny en Neil Treadwell, die stelden zelfs boeken samen met de foto's die ze vonden op veilingen en rommelmarkten van mannen die mannen lief hebben door de jaren heen. En van bij ons is er die foto centraal, die ik heb gevonden in het Letterhuis in Antwerpen, van de beroemde Antwerpse beeldhouwer Jeff Lambeau, hij dus van de Brabofontein, met de kunstenaar Alexander Struis. Nu, die voorgestelde mannen gewoon bestempelen als vrienden, in de zin dat wij vriendschap vandaag begrijpen, dat lijkt niet te volstaan. Maar ze bestempelen als homo, dat voelt ook te kort door de bocht. Dus, wat gedaan? In feite kom je als historicus hier een uitgesproken patroon tegen, dat je overal in West-Europa en in de Verenigde Staten kan onderscheiden. Namelijk dat, tenminste tot de vroege jaren 1900, maar ook verder, vriendschappen verschilden, dus vriendschappen tussen mannen, van hedendaagse vriendschappen. In het verleden waren die vriendschappen romantisch bevlogen, was de band tussen boezemvrienden niet te doorbreken en spatte de passie ervan af. Ook in publicaties en ego-documenten van 19e-eeuwse artistieke en literaire beaumonde zijn die voorbeelden talrijk. Sander Pierron, dus die we daarnet op het portret zagen, die publiceerde in 1903 zijn essai sur l'amitié en art, dus een essai over vriendschap in de kunst. En daarin prees hij een geïdealiseerde notie van vriendschap tussen mannen en de positieve invloed daarvan op kunst. Hij stelde bijvoorbeeld un des principaux plaisirs de l'homme de s'ouvrir à un autre. Dus een van de voornaamste vreugdes voor een man is om zichzelf open te stellen voor een ander. Voor alle duidelijkheid, die publicatie was dus zeker niet clandestien, maar werd in tegendeel heel breed gelezen. Intussen vertrouwde de auteur Emmanuel de Bom aan Auguste Vermeijlen toe, en ik citeer, ik heb allemachtig veel van u gehouden, zoveel als nooit van een mens. En de schilder Léon Spiliaert schreef in zijn autobiografie over Emile Verhaeren dat hij het meeste van hem gehouden heeft. C'est lui que j'ai le plus aimé, c'est lui qui m'a le plus aimé. Terwijl zijn echtgenote in diezelfde tekst amper wordt vermeld. Soms werd wel eens letterlijk verwezen naar de Bijbelse woorden van David toen het nieuws van de dood van Jonathan hem bereikte. En ik citeer ook uit de Nederlandse vertaling van de Bijbel. Ik ben benauwd om uw entwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Nu, voor ons vandaag lijken zo'n uitingen van affectie tussen mannen gegarandeerd verdacht homoerotisch. Daar moet dan toch iets meer aan de hand zijn, zou je denken. En het kan ook zeker. Dus die mogelijkheid dient erkend te worden en dient onderzocht te worden, zoals in het geval van Pierron. Maar het patroon is zo algemeen en dergelijke banden tussen mannen waren in zo'n mate genormaliseerd in het verleden dat we ook moeten erkennen dat die grenzen tussen homo en hetero verschuiven doorheen de tijd. En dat zelfs het onderscheid homo-hetero, zoals wij dat vandaag kennen, een eigen geschiedenis heeft. Dus kortom, eigenlijk voor historici zijn vriendschap en liefde in het verleden tussen mannen onmogelijk van elkaar te onderscheiden. Een veelgebruikte term in hedendaagse genderstudies om die sociale banden onder mannen echt als een voorwerp van studie uit te lichten, is homosocialiteit. Dus het is nu gebruikelijk om ook te erkennen dat mannelijke homosocialiteit eigenlijk een ononderbroken spectrum impliceert, waartoe dus ook de meest intens, intieme banden onder mannen horen. Een ander voorbeeld, omdat jullie dan niet de hele tijd op hetzelfde beeld moeten zitten te kijken. Mensen in het verleden keken naar liefde, seks en vriendschap, en mannelijkheid en vrouwelijkheid, op manieren die afwijken en soms zelfs radicaal verschillen van hokjesdenken vandaag. Dus als we recht willen doen aan die specificiteit en het anders zijn van het verleden, moeten we eigenlijk onze eigen vooronderstellingen laten varen en vermijden dat we die hedendaagse noties terugprojecteren op het verleden. Ons eigen argwaan, wanneer we met zulke homosociale banden geconfronteerd worden, dat gevoel van er moet toch iets meer zijn, is eigenlijk een uitloper van die relatief plotse publieke zichtbaarheid van homoseksualiteit in het fijne schekle. Dus die zichtbaarheid werd in de hand gewerkt door een explosie van discours over afwijkende seksualiteiten en ook tegelijk door de groeiende collectieve zelfbewustzijn onder homoseksuele gemeenschappen. En vanaf dan eigenlijk kwamen alle mannelijke banden onder een vergrootglas te staan. Dus die mentaliteitsverschuiving op dat moment lijkt zo plots te zijn geweest dat tijdgenoten er soms zelfs op reflecteren in de bewaarde bronnen, dus rond de eeuwwisseling. Edmond Picard bijvoorbeeld, die ik daarnet al vernoemde, dus die advocaat was ook van Georges Eekhout, die reflecteert daarover. Die zegt dat die argwaan onder het grote publiek zo groot is geworden, van zo'n aard is dat, en ik citeer, van zodra mannen elkaar vastpakken en omhelzen, het nu betekent dat er sodomie is tussen hen. En de Franse auteur Marc-André Rafalovic, die wees erop
dat het gevoel van schaamte zo groot is geworden onder mannen, dat moesten jullie dus ook nog niet zien, zo groot is geworden onder mannen, dat mannen nu doen alsof ze liever volledig gekleed op de vloer slapen dan in hetzelfde bed of onder dezelfde lakens als een jeugdvriend. De seksoloog Richard von Kraft-Ebing, die bespreekt in zijn Psychopathia Sexualis van 1894, een van die sleutelwerken in die 19e-eeuwse seksologie, die bespreekt zelfs een geval waarbij de vriendschap van twee mannen zo hecht was dat er een uitgebreid onderzoek moest gebeuren of plaatsvinden om een onschuld te kunnen bepalen. Dan ging gepaard met een uitgebreid verhoor van die twee mannen over de aard van die vriendschap en een rectaal onderzoek. Om dan uiteindelijk dus te zeggen van, ja, ze waren echt wel eigenlijk gewoon twee goede vrienden. Queer theoretici, zoals Yves Kozowski-Sedgwick, die stellen dan ook dat homofobie eigenlijk zo sterk is geworden sinds het einde van de 19e eeuw, dat het zich niet alleen richt op de uitgesproken homoseksuele mannen, maar op mannelijke homoseksualiteit in zijn geheel. En dan komt dus deze slide, want onder het no-homo-regime dat vandaag geldt, maken affectie en intimiteit plaats voor kilte en achterdocht. En die enige voorstelling van mannen samen is vandaag nog ook grotendeels het exclusieve domein geworden van gay kunstenaars of van kunstenaars die gay koppels in beeld brengen. Het in beeld brengen van dit soort koppels, dat is niet geheel vrijblijvend. Het visuele luik speelt ook een enorme grote rol in die strijd die die gemeenschap gevoerd heeft om zichzelf te kunnen zijn. En ook daar zijn een aantal leuke voorbeelden te tonen om aan te tonen van het visuele staat niet los van de maatschappij op zich. We plaatsen kunst in musea, maar daarmee sluiten we het niet op. Die dingen spelen een rol in die maatschappelijke evolutie. Een van de meest duidelijke voorbeelden is natuurlijk kunst in de openbare ruimte, in de publieke sfeer. En dan blijven, of dan komen we als vanzelfsprekend bij het homo-monument terecht. Daar valt enorm veel over te vertellen, maar we zitten bijna in de straftijd, dus ik ga dat niet uitvoerig doen. Maar er valt op al die monumenten kritiek te leveren. Links het voorbeeld is misschien het duidelijkste, dat ze George Segal, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Francofoon als ik ben, zal ik het bij Segal houden. Dit is een werk, The Gay Liberation, al in de jaren 70 besteld om in New York als een herdenking van een opstand daar te plaatsen. Door buurtprotesten kon dat pas in 1990 geïnstalleerd worden, dus die wijk heeft dat 20 jaar tegengehouden, want de waarde van uw pand zou maar eens dalen omdat er een homo-monument in uw straat staat. En dan is de ironie van de zaak dat eens dat monument geïnstalleerd is, dat er kritiek kwam vanuit de LGBTQ-gemeenschap zelf, omdat het eigenlijk niet divers en representatief genoeg is. Het is wel een zeer brave, schuchterige aanraking die die koppels hebben. Er is bijzonder weinig diversiteit en dergelijke meer. Het is dus zeer moeilijk om dat soort werken in die publieke ruimte te installeren zonder kritiek en commentaar. Ook in Amsterdam, een veel beroemder homo-monument, is dat aan de orde geweest, omdat uiteraard wat je hier ziet is het spelen met die roze driehoek. Het bekende symbool voor het feit dat ook homoseksuelen tijdens het Derde Rijk in nazi-kampen belanden. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland eigenlijk enorm goed meevalt. Het is misschien het verkeerde woord, maar dat die cijfers eigenlijk zeer laag zijn. En dat volgens bepaalde historici er hier een ongeplaatste verlustiging van het slachtofferschap plaatsvindt. Hè. Dus ook hier weer, wat voor boodschap wil je uitdragen met zo'n monument? Rechts in Berlijn kwam er een gelijkaardige actie, want in Duitsland zijn er natuurlijk wel heel veel van die vervolgingen gebeurd, maar daar was de kritiek dat in deze kubus wordt een video afgespeeld, daar zie je twee kussende mannen. Dan kwam vanuit lesbische belangengroepen commentaar op dat ook zij weer al onder de mat geveegd worden. Dus om monumenten installeren zijn geen evidente keuzes. In België hebben we er nog niet zo gek veel, maar ook hier twee die eigenlijk niet heel onbesproken zijn. Rechts een monument in Brussel, nabij de Kolenmarkt, in de gay neighborhood van Brussel. Wat is de opzet hier? Je ziet hier een zuil of een elektriciteitscabine, wordt het soms ook onrespectvol genoemd of oneerbiedig genoemd, waarbij 1000 namen aangebracht zijn met LGBTQ-helden. De keuze over smaak en keuze of smaak en kleur valt niet te twisten natuurlijk, maar ook hier is enorm veel kritiek opgeleverd dat het toch wel een zeer eenzijdig beeld oplevert. En in Verviers kwam er dan weer kritiek op in hoeverre die roze driehoek symbool moet staan voor de Belgische LGBTQ-gemeenschap. Maar die nood voor monumenten is zeer groot, want een paar jaar geleden hadden we zelfs in België of in Gent specifieker de beweging van onderuit die een bestaand beeld claimde, namelijk de fontein der geknielden in
op het Emiel Bruinplein in Gent. Die actie is een niet zo'n gek lang leven beschoren geweest en vandaag wordt daar eigenlijk minder rond gedaan. Ook weer omwille van die diversiteit en die variatie die hier toch te veel of te sterk op de homoseksuele man gericht lijkt te zijn. Maar zoals ik al eerder zei, het verhaal staat nooit stil. Onlangs nog, deze maand geloof ik zelfs, werd er een nieuw monument of een atypisch monument in Gent onthuld. Een zitbank waar eksters en marentakken in elkaar vervlochten zijn in een symboliek. Waar je ook een podcast via een QR-code naar een podcast kunt luisteren naar verhalen uit die gemeenschap zelf. Dus je ziet hoe die monumenten steeds groeien en evolueren om die groeiende diversiteit te weerspiegelen. En nu zegt, goh, ja, waarom zijn die monumenten in godsnaam mogelijk? We mogen niet vergeten dat er een enorme strijd is geleverd voor die gemeenschap en dat het visuele daar een rol heeft in gespeeld. Zoals je zegt, ik ga er iets sneller door, omdat we al over tijd zijn, hè, maar dat zien we voornamelijk in het buitenland, waar kunstenaars echt een activistische rol hebben opgenomen. Iedereen kent de zeer herkenbare mannetjes van Keith Haring, maar wat misschien minder geweten is dat hij zijn kunst ook aangewend heeft om de Amerikaanse regering aan te sporen tot het nemen van actie. Ignorance is fear, silence is death. Dat mag je zeer letterlijk nemen in de jaren 80, waarin de Reagan administration weigerde geld vrij te maken voor AIDS-slachtoffers, want het waren toch maar homoseksuelen. En hoe er enorm veel slachtoffers gevallen zijn omdat de overheid zich afwendde. Wat enorm mooi geïllustreerd wordt in dit werk, het Names Project, een gigantische kunstinstallatie van 94.000 namen, 94.000 slachtoffers die in die eerste jaren gevallen zijn tijdens de AIDS-pandemie en hier gerepresenteerd worden om aan te tonen, kijk, het zijn niet zomaar cijfers, het zijn individuen, het zijn mensen die we verloren zijn, die dus in zo'n quilt herinnerd worden. Dus het visuele heeft wel degelijk een impact in die strijd, in die emancipatie, in die gemeenschapsvorming. Dat zien we iets minder expliciet hier in de lagere landen, maar het is toch heel illustratief voor in wat voor samenleving komen dit soort bronnen tot stand. Ik toon jullie twee heel uiteenlopende voorbeelden. Links een sensibilisatieaffiche uit Nederland, een zeer liberaal vrijland. Rechts een affiche uit Oeganda, waar homoseksualiteit nog altijd een huizenhoog taboe is en waar er een zeer andere boodschap getoond wordt. Hier wordt er links ook op die individuele verantwoordelijkheid gewezen. Je moet individuen sensibiliseren, maar het is een positievere boodschap. Rechts is die individuele keuze wel zeer negatief uitgedrukt. Het is als het ware uw eigen schuld, omwille van het hand in hand lopen linksboven, dat AIDS volgt. Dat soort uitgesproken voorbeelden zien we minder in België, maar ook hier is het feit dat we visuele bronnen hebben bijzonder belangrijk. En ik zei het al in het begin, we stappen af of we willen decoloniseren. We gaan niet enkel naar hoogstaande kunst kijken, maar naar visuele bronnen in ruime zin. En daar hebben we eigenlijk een reeks affiches voor en tijdschriften en dergelijke meer. En het feit dat die er zijn ook weer illustratief. Het visuele zegt iets over wat er in een samenleving omgaat. Want alleen al het feit dat zo'n affiches gemaakt worden, gedistributeerd worden, zegt iets over die groeiende gemeenschapsvorming, over die groeiende noodzaak om visibel, om zichtbaar te zijn. En zegt ons ook iets over schoonheidsidealen en over hoe die artistieke schoonheidsidealen, die lichaamsidealen uit de hoge kanonieke kunst, toch binnencijpelen in die populaire cultuur. Rechts zie je bijvoorbeeld een muscle-magazine, een ogenschijnlijk neutraal fitness-tijdschrift, maar dat werd door tijdgenoten bijzonder goed begrepen natuurlijk. Dat is een soort soft porno-blaadje waar mannen die geen mannelijke porno kunnen kopen, dan toch een gading kunnen vinden. En dat soort visualisatie toont ook weer hoe die gemeenschap gegroeid is, hoe die gemeenschap uitgebreid is. Links zien we een affiche uit de jaren 80, waarbij ook weer het mannelijke naakt, het mannelijke schoonheidsideaal symbool staat. Rechts zien we een affiche voor een filmfestival van een paar jaar geleden, waarbij er aandacht is voor mensen van kleur, waarbij er aandacht is voor diverse letters uit het acroniem. Dus het visuele illustreert letterlijk die gemeenschapsvorming en die groei daarvan. En dan zien we eigenlijk die lettersoep of die groei van die gemeenschap zien we in talrijke vormen. En daar hebben we een themaatje tussenin aangewezen. Ja, dus inderdaad, die regenboogfamilie is eigenlijk steeds groter en breder geworden, hè, zoals Jonas net zei. Naast de homoseksuele man, van wie het standpunt
eigenlijk heel vaak domineert in seksualiteitsgeschiedenis, ook in queerkunstgeschiedenis, zijn er talloze andere identiteiten die in een queerkunstgeschiedenis thuishoren. En dat blijkt vaak niet gemakkelijk, want zelfs buiten de museummuren is er voor bepaalde groepen eigenlijk heel weinig beeldmateriaal terug te vinden. Of toch ook zeker voor wat de Belgische kunstgeschiedenis betreft. Dus bijvoorbeeld voor queer mensen van kleur. Het is heel moeilijk om daar beeldmateriaal van terug te vinden en hen ook te representeren. Het verwondert misschien, maar geslachtsvariatie en genderfluiditeit is wel degelijk vertegenwoordigd in de kunst. Dus al wat voorbij gaat eigenlijk aan die binaire opdeling man-vrouw, willen we heel nadrukkelijk centraal stellen in ons thema tussenin. Voor een prachtvoorbeeld kunnen we meteen terecht bij de collectie van het MSK. Dit is het werk Hermaphroditus en de nymf Salmakis. Het werd geschilderd door François-Joseph Navé op de vooravond van de Belgische Revolutie. Navé is een heel bekend vertegenwoordiger van het Belgische neoclassicisme. Hij had aan de Brusselse Academie een traditionele opleiding genoten en had die vervolledigd in Parijs, in het atelier van niemand minder dan de grote Franse neoclassicist Jacques-Louis David. Wat op het eerste zicht eigenlijk een soort romantische idylle zou kunnen lijken, is eigenlijk een heel verrassend subversieve scène die volledig indruist tegen gendernormativiteit. De mythe van Salmakis en Hermaphroditus werd verteld door de Romeinse schrijver Ovidius in zijn Metamorfose. Navé verbeeldt het moment waarop de nymf Salmakis zich vergrijpt aan de badende Hermaphroditus, de bloedmooie zoon van Hermes en Aphrodite, op wie zij hals over kop verliefd was geworden. Volgens de mythe zal zij de goden aanroepen om nooit van haar geliefde te worden gescheiden. Ter vervulling van die wens werd het paar versmolten tot één persoon die de hokjes man-vrouw overstijgt. En ik citeer uit de Nederlandse vertaling van Ovidius: nu waren deze twee figuren in hun innige omhelzing niet langer twee, maar iets anders, niet langer een man en vrouw te noemen. En hoewel lijkend erop, toch geen van beiden. De voorstelling door Navé is ontzettend geslaagd en er valt misschien nog meer op wanneer we het vergelijken met enkele andere voorstellingen van de mythe, zoals deze van Bartholomeus Spranger en van Pierre-Joseph Célestin. Op het werk van Navé, als we er eventjes terug naar gaan kijken, staren Salmakis en Hermaphroditus elkaar diep in de ogen, ergens tussen een omhelzing en een worsteling in, en ze zijn zo geplaatst dat ze eigenlijk elkaar weer spiegelen in hun pose. Hermaphroditus keert terug naar de toeschouwer. Dus we zien zijn genitaliën niet. In de plaats kunnen we de blik laten rusten op zijn achterzijde met glanzende, ronde billen. Dus eigenlijk nog voordat die transformatie tot één wezen is ingezet, vertoont die jonge man al typisch vrouwelijke kenmerken. In tegenstelling ook tot de twee werken die we net zagen. Erg verschillend van het lichaam van zijn belaagster is het zijn eigenlijk niet. Een gegeven dat Navé nog extra in de verf zet, door ook bij Salmakis die geslachtelijke kenmerken te verdoezelen. Dus de borsten van de nymf gaan schuil achter de armen en haar kruis is verhuld met een strategisch geplaatste bloeiende plant. Het werk is dan ook in zijn geheel een opvallende voorstelling van geslachts- en gendervariatie. Als een afgeleide van de mythe verwees de term hermaphroditisme lange tijd naar een conditie waarbij personen zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken bezitten. Vandaag is de term verouderd en mogelijk kwetsend. We spreken nu van intersex. Een overkoepelende naam voor personen die geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, hormonen of genen. In plaats van LGBTQ of LHBTQ zie je ook wel LGBTI of LHBTI, dus waarbij dat die IO dan ook staat voor intersex. De term intersex is dus misschien relatief nieuw, maar hetgeen het naar verwijst is dat uiteraard niet. Werken zoals deze kunnen eigenlijk een springplank vormen om stil te staan bij gendernormen voor het lichaam, en bij lichamen ook die gendernormen doorbreken. In het werk van hedendaagse queer kunstenaars vormt dat een rode draad. Dus neem bijvoorbeeld het werk van Castles, dat is een Canadees-Amerikaanse transgender kunstenaar. En die documenteerde in de serie Timelapse de radicale transformatie van hun lichaam via een dieet van rauw vlees, voedingssupplementen en via een streng trainingsprogramma. Met de bedoeling dus om die traditioneel hypergespierde op een top mannelijke staat te bereiken. En hier bij ons creëerde non-binair beeldend kunstenaar Stefan Loveren een reeks handtassen die moeten gezien worden als heuse sculpturen. Gebaseerd op afgietsels van een reeks diverse lichaamstypes dragen die verschillende soorten geslachtsdelen, inclusief dus intersexgenitaliën. Je zou je de vraag kunnen stellen of dat eigenlijk geen nieuwe fixatie op geslacht bevestigt of in stand houdt, zoals historisch gezien al zo lang is, hè, zoals we zien op die afbeelding rechts, die fixatie op lichamelijk en geslachtelijk verschil. Maar daar is het van Loveren dus alleszins niet om te doen.
En die wil met die tassen net beklemtonen dat concepten van geslacht, gender en seksualiteit fundamenteel los van elkaar staan. Dus met die tassen stelt Van Looveren dat we geslacht moeten zien als, en ik citeer, een inwisselbaar, draagbaar accessoire, iets waarmee de drager kan spelen. En kunst is een handig medium, zegt die kunstenaar, om ondergerepresenteerde identiteiten op het genderspectrum te helpen herkennen. Van dat openbreken van hokjes, zonder nadruk op genitaliën of zelfs lichaam, getuigt de portretreeks Queer We Are van de jonge Gentse fotograaf Louis Kerkhoff, waarin individuen verschijnen over het ganse spectrum van queer identiteit. Zijn portretten scheppen een band met de geportretteerde in een ruimte waarin die zich op hun gemak voelt. In de eigen woorden van Kerkhoff legt de reeks een queer gemeenschap vast die constant verandert en elke dag geruimer wordt. De maakbaarheid van het lichaam is van toepassing voor elk van ons. Volgens de academica Judith Butler, ik ga eventjes beginnen over queer studies, maar ik ga het niet heel lang maken, is gender niet iets dat we zijn, maar wel iets dat we doen. Dus gender is volgens haar performatief. Het is niet een gegeven feit, maar wel iets dat de hele tijd moet geproduceerd worden en gereproduceerd. En dat geldt ook voor onze lichamen, stelt Butler. Dus voor haar omcirkelt en omlijnt gender het lichaam in zo'n mate dat we het er eigenlijk niet meer los van kunnen bekijken. Dat klinkt misschien abstract of extreem, maar het nodigt wel uit om na te denken. Want onze lichamen veranderen voortdurend en beantwoorden in meer of mindere mate aan die normen en idealen, zelfs van het gender dus waarmee we identificeren. En eenmaal we ons bewust worden van het feit dat het allemaal eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is, is het moeilijk om niet te letten op hoe gemaakt en overdreven dat die genderverschillen vaak worden voorgesteld. Dus neem nu die cover van het boek De Andere Sekse van de Britse schrijver Desmond Morris. Hoe langer dat je daarnaar kijkt, hoe karikaturaler die tegenstelling is van die twee paar lippen. De vrouwenlippen onderaan zijn vol en met lipstick gekleurd en diep gesatureerd rood, pruilend, net een beetje open om die sensualiteit ervan te beklemtonen. En de mannenlippen zijn stevig op elkaar gedrukt. Ze zijn eigenlijk niet zoveel dunner dan die van de vrouw, maar de foto is een beetje uitgezoomd om de stoppels van baard en snor te tonen. En de foto is in sepia, omdat ze anders vast ook rozerood zou gekleurd zijn. En dat verschilt eigenlijk niet veel van de gangbare mallen waarin lichamen ook in de kunst worden gegoten. Toen bijvoorbeeld denken aan deze collagereeks van de kunstenares Sophie Muller. Een reeks die de iets wat ongelukkige naam Shemale draagt, want dat is een term die niet langer gangbaar is, omdat ze lang is gebruikt geweest om transgender vrouwen te beledigen en te denigreren. Dus dan zie je ook alweer hoe dat de mentaliteit is verschoven in de afgelopen 15 jaar. Stel. De creaties van Muller combineren in één figuur stereotype mannelijke en vrouwelijke kenmerken, zoals het gebruine en gespierde lichaam van een bodybuilder enerzijds en anderzijds de gracieuze armen met rood gelakte nagels. En ze bevragen eigenlijk het gemak waarmee dat wij ook zelf assumpties maken over die bronnen voor haar werk. Het herinnert aan het collagewerk van de Duitse kunstenares Hanna Heug, die als vrouwelijke dadaïste uitmuntte in fotomontages. In het werk Dompteuse bijvoorbeeld, dat jullie hier zien, vloeien mannelijke en vrouwelijke kenmerken ineen, in één enkel en eigenlijk verrassend plausibel beeld. Beantwoord duidelijk aan het artistieke credo van Heug, dat dus effectief in het interbellum werd neergeschreven. En vrij vertaald, ik zou graag de hokjes openbreken waarin wij menselijke wezens geneigd zijn alles onder te brengen dat we kunnen. Lust, we zijn er. Ja. Kun je iets zeggen over lust op basis van de werken die we vandaag al gezien hebben en nog zien? Dat is zeer moeilijk. Er is, zoals we al aantoonden, een soort neiging al heel vroeg in de geschiedenis om naar die kunst te kijken en jezelf of die gemeenschap gerepresenteerd te zien. Er is ook een soort neiging om daar specifiek lust in te zien. Hè? Die vriendschap niet als vriendschap, maar als affectie te zien. Maar hoe zit het dan met explicietere afbeeldingen van seksualiteit? Ook daar is dat is iets waar die kunstgeschiedenis en die gemeenschap ook mee geworsteld heeft. Er zijn heel wat kunstenaars waarvan documentair bewezen is, die hebben seksuele relaties gehad, seksuele contacten gehad met mensen van het eigen geslacht. Ik noem er hier drie renaissancemeesters op, waarvan alle drie geweten is dat die zich aangetrokken voelden tot mannen. Daar is dan een soort overdreven, vanuit een bepaalde stroming, een overdreven neiging geweest om dat te willen zien in die werken. Ah, kijk eens hoe gracieus Da Vinci hier een jonge man schildert. Dat komt ongetwijfeld omdat zijn leerling Salai in het atelier geposeerd heeft. En daar zien we dat verlangen in weerspiegeld. Dat is waanzinnig moeilijk om daar effectief verregaande uitspraken over te doen, omdat het evengoed de andere richting uit kan.
Hier zien we het voorbeeld van een kunstenaar uit de Lage Landen, uit de zuidelijke Nederlanden, Hieronymus Dukenwa, waarvan we weten dat hij veroordeeld is voor sodomie. En eigenlijk een homoerotisch tafereel uitbeeld, hè. Ganymedes, de mooie jonge knaap die door Zeus of Jupiter naar de Olympusberg getild wordt om daar zijn wijnschenker te worden en 's nachts andere dingen te doen dan wijn te schenken. Maar die mythe wordt hier door die kunstenaar eigenlijk niet zo homoerotisch uitgebeeld. We zien dat hier veel meer in een soort neoplatonisch model. En wat bedoelen we daarmee? Die christenen moesten een manier vinden om die heidense verhalen te recupereren. En Ganymedes werd geïnterpreteerd als een symbool van hoe je het wereldse achterlaat om naar het goddelijke te streven. En dus de aardse genoegens achterlaat en zo je hemel te bereiken. En omdat Ganymedes dat zou gedaan hebben, wordt hij opgenomen in de hemel. Dus echt een hele ommekeer van het oorspronkelijke verhaal eigenlijk. En dat is hier wat die Dukenwa eerder lijkt uit te beelden dan echt een sensuele relatie tussen beiden. Zien we dan nooit lust? Of zien we dan nooit afbeeldingen die daar lijken op te wijzen? Zeer zeker wel, maar ze zijn niet makkelijk te interpreteren. Vooral bij middeleeuwse miniaturen vind je wel eens onverwachte vondsten, zoals deze twee heren hier, die toch een anale activiteit lijken uit te voeren. Maar dat is in een religieuze tekst, een psalmenboek dan nog, hè, die afbeelding staat totaal los van de tekst. We zien dat in veel van die manuscripten en het lijkt er bijna op alsof de kopiist, de scribent, de lezer lijkt te belonen voor het feit dat hij weer een bladzijde gelezen heeft, weer een hoofdstuk afgewerkt heeft, met een afbeelding om nu en dan de zinnen te verzetten. En in dit Rutland Psalter, die in Kamerijk gemaakt is, zien we heel veel van die voorbeelden. Hier zien we twee mannen, die ene man lijkt de andere man bij de geslachtsdelen te betasten. En een andere, latere lezer of kunstenaar was er dermate door gechoqueerd dat er toch een bovenstukje boven geschilderd moest worden, om die handeling wat te verschonen. Het is vooral in miniaturen en in handschriften dat we dat soort visualisering zien van wat wij misschien als seksuele activiteiten zouden interpreteren tussen twee mannen. Dit zijn eigenlijk initialen. Je ziet hier, je zou het misschien niet zeggen, maar je ziet de letter H en de letter K. Ah, voilà. Voilà. Maar je ziet uiteraard ook die lichamen die op erotiek lijken te zinspelen. Dat zijn echter de uitzonderingen. Als we lust zien, zeker in die vroege afbeeldingen, baat dat toch al heel snel in een sfeertje van zonde. Een mooi voorbeeld is dit. Hè. We zien hier opnieuw een bijbelstafereel. Je ziet, ik heb het uitvergroot rechts, je ziet de sodomieten in een innige omhelzing die lijken te kussen, die op seksualiteit lijken aan te sturen. Ze worden gestimuleerd door de duivel, hè. En ze worden in rechtstreeks verband gebracht met de erfzonde. Met Adam en Eva, die bovenaan staan, die van de vrucht de kennis zullen gaan proeven. Dus als je dat soort afbeeldingen ziet, ze zijn zeldzaam en ze zitten heel vaak in een soort zondig bad. Het loopt slecht af met degene die het doet, als het ware. Zelfs hier, hè, ook weer een onverwachte vondst. We zien hier de vos Reinaard en haas Kuwaard. En Reinaard leert hem het credo. En in die tekst wordt er wel tussen de regels door gealludeerd op het feit dat die vos geslachtsverkeer zou hebben met de haas, wat in deze twee miniaturen ondersteund wordt. Maar ook hier, Kuwaard kent een gruwelklot, wordt de kop afgebeten door de vos. Mannen die het met mannen doen, die eindigen vaker aan de verkeerde kant van het lot. Ook hier zien we een mooie representatie van Orpheus. Dat is een aspect van het verhaal die heel vaak uit beeld gelaten wordt, maar nadat Eurydice in de onderwereld moet blijven, nadat zijn geliefde dus niet meer bij hem is, zou Orpheus gezegd hebben, er is geen enkele andere vrouw zoals Eurydice, ik ga mij aan de herenliefde wijden. Wat hem niet in dank werd afgenomen door de vrouwen rondom hem, zoals je hier ziet, want hij wordt gestenigd en hij eindigt zo, hij laat zo het leven. Dat is een zeer interessante afbeelding, omdat die in Brugge in de 15e eeuw gemaakt is, net op een moment waarin die vervolging in Brugge enorm aan het pieken is, waarbij jaarlijks mensen op de brandstapel eindigen. Dus ook hier weer is dan zeer moeilijk om die concrete link tussen het contextuele, de maatschappij, en dan dit visuele uit te beelden, te leggen. Want Orpheus wordt hier echt als een Bourgondier in die typische kledij van die tijd uitgebeeld. Helaas moeten we het met dit soort luchtige miniatuurtjes of met zondige morele afbeeldingen doen. En hebben we niet een soort inkijk in de cruising-praktijk van het leven van alle dag, zoals ze voor Italië bijvoorbeeld en meer bepaald Firenze veel vaker wel hebben. In Firenze was het heel gebruikelijk dat jonge mannen tot een bepaalde leeftijd
seks met elkaar hadden. Daar was een veel minder groot taboe op in die specifieke stad. En je ziet dat weerspiegeld in zelfs een presentatie van de maagd in de tempel. Achterin de tempel zie je jongens die elkaar lijken te verleiden. Of die ongegeneerd met elkaar de rivier opzoeken en de geneugten des vlees lijken te ontdekken. Dat soort zaken, dat soort praktijken zullen in de zuidelijke Nederlanden misschien ook hebben plaatsgevonden. We kennen heel wat bronbeschrijvingen van onverwachte plaatsen waar mensen het met elkaar deden. In herbergen, in hooizolders, in kapellen, in ziekenhuizen en noem maar op. Ongetwijfeld rivierbanken ook. Maar daar hebben we geen afbeeldingen van. We moeten eigenlijk een aantal jaren, eeuwen eigenlijk wachten tot we dat soort visualisaties zien opduiken. Hier in het MSK zie je het misschien hidden in plain sight. We kijken hier naar Ensor. Hè. Dat is misschien korter de bocht, maar ik vond een leuke link van de 17e-eeuwse rivier naar het 19e-eeuwse Ostendse strand. Waar de hoeggemeente veroordelend op het strand staat toe te kijken naar al die wellust die in de zee gebeurt. Hè. Je ziet een pastoor, je ziet een generaal, je ziet de hoeggemeente. En helemaal vooraan, het was je misschien nog nooit opgevallen, zie je twee mannen die elkaar innig lijken te kussen. Of Ensor nu een voorvechter is van homorechten en volle letteren, dat lijkt mij sterk. Het is gewoon iemand die maatschappij kritiek geeft en die op die preutsheid en op die zedigheid van zijn samenleving reageert. En zo zijn er wel nog een paar afbeeldingen waarvan we niet zo goed weten wat bedoelt de kunstenaar hier nu überhaupt mee. Felicien Robs heeft een zeer expliciete en zeer boeiende tekeningenreeks gemaakt, getiteld Violence. Waar ja, die titel dus ook ons voor een raadsel plaatste. Van, heeft ook vrouwelijke afbeeldingen, heeft ook heteroseksuele afbeeldingen. Maar hier zien we, en dat is zeer frappant, we zien een koppel waar eigenlijk later, zeker bij de man links, waar de genitaliën later lijken toegevoegd te zijn. Dus waardoor het explicieter om een homoerotisch paar lijkt te gaan. Dat is een tekening die eigenlijk nog verdere studie behoeft om ten gronde te duiden wat hier nu bedoeld wordt. Dat soort afbeeldingen zijn de uitzonderingen. Dat is echt belangrijk om te benadrukken. Het is pas als het over vrouwen gaat dat veel van die mannelijke kunstenaars hun schroom lijken te laten varen. En dan zien we wat men in de literatuur noemt de male gaze. En gaze als blik, niet als gay meervoud. Hè. Gezien het onderwerp kan het misschien tot onduidelijkheid leiden. Maar hier zien we dus de mannelijke blik die erotiseert, die fantaseert over vrouwen die het met vrouwen doen. Het badhuis is een typische trope. Wat gebeurt daar in dat badhuis waar mannen geen toegang tot hebben en waar enkel vrouwen mogen zijn? Wat steken zij daar met elkaar uit? Ook heel wat van die klassieke mythologie wordt gebruikt om lesbische activiteiten weer te geven. Hier zien we Jupiter, de oppergod, die zich eigenlijk vermomd heeft als een vrouw, als Diana, om zo seks te kunnen hebben met Callisto, die gezworen had om nooit seks te hebben met een man. Ogenschijnlijk een mythisch verhaal, een klassiek verhaal, maar in de feiten twee vrouwen die erotisch tot elkaar zijn aangetrokken. Dus als je dat aan je muur hangt, lijkt er niets aan de hand, hè, want je hebt een Rubens besteld en je hebt een mythe aangekocht, maar eigenlijk weten we waar we naar aan het kijken zijn. Opnieuw onze Felicien Robs, die hier, zoals gezegd, ook hier weer hè, naar die klassieke mythologie, naar Sappho, refereert om deze zeer expliciete tekening toch enigszins ogenschouwelijk te maken. Dat is zeer interessant, die mannelijke aantrekkingskracht, die mannelijke fantasie naar het vrouwelijke erotische. En dat is iets wat blijft duren. Het is een zeer interessant... Pornhub is, voor de mensen die doen alsof ze het niet weten, een van de grootste porno-websites ter wereld. En die brengen jaarlijks een jaarverslag uit en daar kun je tal van leuke zaken lezen. Hoe verder de rode duivels in een internationaal kampioenschap gaan, hoe minder de Belg naar porno kijkt, omdat we dan collectief naar die wedstrijden zijn aan het kijken. Je kunt daar dus zien hè, welk land op welk uur naar porno kijkt en dergelijke meer, zeer boeiend. Maar wat zien we daar ook? Al jaren aan een stuk is de Belg bijzonder geïnteresseerd in lesbische porno. Ik vermoed niet dat dat allemaal lesbische vrouwen zijn die daar naar kijken. Dat illustreert weer die male gaze, die mannelijke blik, die mannelijke fantasie. Toont heel mooi aan dat seksuele handelingen, hè, dus wat bij Robs te zien is, verschilt misschien niet zo hard van wat er in die zoektermen te vinden is, dat die seksuele handelingen niet veranderen, maar dat onze codes, ons cultureel script daar rond enorm wijzigt en dat het visuele daar een enorm ondersteunende rol in speelt. We zijn over tijd, maar we zijn ook wel bij het laatste thema aanbeland. Dus mogen wij dat nog aansnijden? Ja, voilà. Goed, dankjewel.
Ja, laatste thema inderdaad, en dat is schoonheid. We willen daarin niet zomaar lichamelijke of voorbeelden van lichamelijke schoonheid bijeenbrengen, hè, zoals het geval is eigenlijk in veel werken die dan mannelijke naakten gewoon tonen. Want we willen ervan uitgaan van het idee dat schoonheden in de kunst die ook meerdere betekenissen dragen, die lang niet alleen dus met erotiek en lust te maken hebben. En de geschiedenis van de Sint-Sebastiaan-iconografie is daar een mooi voorbeeld van. Het is daarom dat ik hier mijn laatste verhaal voor jullie wil opbouwen. Dus in de Tour van het MSK wordt het verhaal van die Sint-Sebastiaan-iconografie verteld aan de hand van dit werk, dus de heilige Sebastiaan van meester Arndt, een beeldsnijder die werkzaam was in de Nederrijn en in de noordelijke Nederlanden. Maar ook de Belgische kunstgeschiedenis is talrijke schitterende Sebastiaans rijk, zoals die van Peter Paul Rubens, van Anto van Dijk, van Augustijn van den Bergen. En de ene Sebastiaan is nog schoner dan de ander. Dus hij staat, hangt of ligt vastgebonden tijdens zijn marteling met pijl en boog, schaars gekleed en in poses van totale overgave, die ons toelaten om die blik te laten rusten op elk deel van zijn geïdealiseerde lichaam. En dat is niet altijd het geval geweest. In vroeg christelijke afbeeldingen werd die heilige nog als een soldaat in volle wapenuitrusting afgebeeld. Maar vanaf de 14e eeuw zien we hem dus steeds vaker in de pose die onze kunstenaars uitkozen. Dus sierlijk, dapper, maar vooral naakt. Dat heeft enerzijds te maken met de toenemende devotie voor Sint-Sebastiaan als een pestheilige. Dus toen de zwarte dood tijdens de 14e eeuw een demografische ramp veroorzaakte over heel Europa, verspreidde ook die cultus van Sint-Sebastiaan als pestheilige zich over het continent. Maar anderzijds zijn natuurlijk die steeds schaarser geklede representaties van Sint-Sebastiaan het gevolg van de ontluikende renaissance, dus een nieuwe interesse veroorzaakt in het klassieke naakt. Sint-Sebastiaan was een van enkele christelijke onderwerpen met naakt-iconografie. Dus in feite had het kunstenaars een legitiem argument om het mannelijke naakt af te beelden in een christelijke context, maar dan dus wel gespiegeld naar antieke voorbeelden. Vanaf de Renaissance beelden kunstenaars Sebastiaan alsmaar bekoorlijker en naakter af, met lendendoeken die nauwelijks de geslachtszone bedekken. En ook kunstenaars waarvan we weten dat ze een seksuele interesse in mannen hadden, die behandelen het onderwerp. Een van hen was Il Sodoma, een Italiaanse kunstenaar die eigenlijk de naam Giovan Antonio Bazzi droeg. We kunnen vast wel raden waaraan hij zijn bijnaam te danken had. Dus Il Sodoma, oftewel de sodomiet, had hij te danken volgens Giorgio Vasari en zijn gewoonte om zich te omringen met knappe jonge mannen. Het is belangrijk om te onthouden dat dus de behandeling van het mannelijke naakt in de loop van de kunstgeschiedenis niet noodzakelijk impliceert dat de kunstenaar ook seksueel geïnteresseerd was in mannen. En wel in tegendeel. Het mannelijk naakt was eeuwenlang niet weg te denken van de kunst. Zeker tot het einde van de 19e eeuw was het een intrinsiek onderdeel van zowel het kunstonderricht als ook de kunstproductie. Het was dus voor kunstenaars van alle plumage eigenlijk incontournabel. En tot die tijd waren het hoofdzakelijk of zelfs exclusief mannen die naakt poseerden aan de academie. Mijn eigen onderzoek van de 19e-eeuwse prijstekeningen naar levend model en de Gentse Academie, die tonen in die ganse periode, dus in die 60 jaar tijd waarvoor dat de prijstekeningen bewaard zijn, die tonen geen één vrouw, terwijl mannen van verschillende leeftijden en lichaamstypes de revue passeren. Die nemen alle mogelijke poses aan en zie dus ook de typische Sint-Sebastiaan-pose. Zoals te zien op deze prijstekening uit 1894-95. Een interessant toeval dat de ene is van Frans de Boever, die we daarnet ook al zagen met zijn werk De Virago. Maar desondanks en tegelijk doet zich dus een heel bijzondere evolutie voor. In het fin de siècle, toen dus een homoseksuele groepsidentiteit eigenlijk volop in wording was, maakt Sint-Sebastiaan opeens onmiskenbaar deel uit van een queer repertoire van beelden en thematieken. We zien die heiligen bijvoorbeeld opduiken in het fotografische oeuvre van de Amerikaan Fred Holland Day. Ook in de schilderkunst van Gustave Courtois. Dus die hebben we natuurlijk gezien in de inleiding als die hechte vriend van Daniel Bouveret en als de geliefde van Karl Ernst von Stetten. En er wordt zelfs gezegd online toch dat dat misschien ook Karl Ernst von Stetten zou zijn die de model heeft gestaan voor die heilige Sebastiaan. Dus die queer connotatie was op dat moment zo duidelijk dat de bekende Duitse seksuoloog Magnus Hirschfeld, waarvan Jonas aan het begin ook een karikatuur toonde, dat die verklaarde dat voorstellingen van Sint-Sebastiaan vast aanwezig zijn in kunstverzamelingen van homoseksuelen. En wat er volgens Hirschfeld trouwens ook nog te vinden was, was onder andere de knabengestalten, oftewel jongensfiguren van Van Dijk. Dus dat was ook een van die connotaties al in het fin de siècle.
In 1909 schreef George Eekhout, dus die we natuurlijk zagen als auteur van Schal Vicar, schreef die een bijdrage over Sint-Sebastiaan in de kunst. Dus natuurlijk niet toevallig. En daarin prees hij de behandeling van het onderwerp door Il Sodoma als de meest geslaagde voorstelling van al. En ik citeer die waarvan de rijkwijde het grootst is, de betekenis het meest intens. Dus voor Intimi was die boodschap natuurlijk ook weer duidelijk. Nu, dat queer belang van de Sint-Sebastiaan-iconografie kunnen we niet alleen toeschrijven aan die lichamelijke schoonheid van de heilige. Dat zou veel te kort door de bocht zijn. Zijn marteling is essentieel en het is daarom dus dat hij ook als een herkenningspunt gold voor leden van die queer gemeenschap. Sint-Sebastiaan kwam eigenlijk te staan als een symbool van hun miskenning in een maatschappij die hen ook als schietschijf beschouwde. Dus echt als het mikpunt ook van minachting en discriminatie. Tegen de jaren 1980 aan is dat queer belang algemene kennis. Dus het Franse kunstenaarsduo Pierre et Gilles maakt van de heilige een soort camp gay icoon. En ondertussen stelt het Vlaamse tijdschrift De Jeannette in 1987 de vraag: was Sebastiaan een homo? Enkele jaren later vindt er in het Centre Europe in Brussel een tentoonstelling plaats genaamd Autour de Saint-Sébastien. Daarin nemen verschillende Belgische gay kunstenaars ook deel, zoals Pierre Darville en Chris Fontaine. Het Franstalige gay tijdschrift Tel Quel, waarvan ik hier de bladzijde ook heb toegevoegd, die doen uitgebreid verslag ook over de tentoonstelling Sebastiaan of Sébastien, die te zien was in Nederland op dat moment. En die tentoonstelling erkende ook specifiek de rol die de heilige speelt in gay beeldtaal. Nu, ondertussen, gedurende de AIDS-crisis, wordt Sint-Sebastiaan een nieuw soort pestheilige, die ook opduikt in bewustwordingscampagnes rond AIDS. Nog in 2019 baseerde de Italiaanse street artist Osmo zich op die Sint-Sebastiaan van Rubens, die ik daarnet toonde, voor een fresco voor Wereld AIDS-dag. Die queer toe-eigening van kunst die getuigt eigenlijk van de honger van queer gemeenschappen naar representatie. Dus eigenlijk die wens om zichzelf gereflecteerd te zien in kunst en in visuele cultuur. En niet alleen die Sint-Sebastiaan-iconografie getuigt daarvan. Ik heb ook nog een ander voorbeeld. En dat is dit werk dus, een enigmatische schone jongeling die geschilderd werd door de Franse kunstenaar Hippolyte Flandrin. En die is vandaag in het Louvre te bewonderen. De invloedrijke kunsthistoricus Michael Camille heeft al een heel interessant paper geschreven om eigenlijk aan te tonen dat die naaktstudie op de een of andere manier die uitdrukking toeliet van homoseksueel verlangen. Dus niet per se toen het werk voor het eerst werd gemaakt en tentoongesteld, maar in het zogenaamde nachtleven van dat kunstwerk. Dus dat is een Duitse term die verwijst naar het voortleven van het werk in latere tijden. Het schilderij van Flandrin werd talloze malen gereproduceerd, beginnende met een gravure gemaakt in opdracht van de Franse overheid, maar niet alleen als print, ook als postkaart circuleerde het werk. En dat is een postkaartje dat ik zelf heb aangekocht op Delkamp. Dat is er veel zo te vinden. Dat is iets dat we misschien vaak vergeten, dat er ook echt een privé-engagement kan zijn met kunst op die manier, via die reproducties. Dus zo komt het binnen niet alleen in publieke, maar ook in private ruimte. Citaties en toe-eigeningen van de beeldtaal van het werk waren talrijk. Of dat Flandrin het zo bedoeld had of niet, voor het gay-segment van het publiek was die schone jonge man onweerstaanbaar. En ook hier gaat die aantrok weer verder dan alleen lichamelijke schoonheid. Die in zichzelf gekeerde pose die wekt een gevoel van weemoed of isolatie op, waarin queer kunstenaars blijkbaar iets van hun eigen gemoedstoestand herkennen. Rond de eeuwwisseling vinden we interpretaties van die schone jongeling in het fotografische oeuvre van de bekende queerfotograaf Wilhelm von Gleuden, ook in de schilderkunst van Hans Thomas. En in 1906 wordt bijvoorbeeld een reproductie van het origineel van Flandrin opgenomen in het Duitse homoseksuele tijdschrift Der Eigene. En daar stopt het ook niet. De gayfotograaf Robert Mapplethorpe bijvoorbeeld plaatst zijn zwarte model in die pose aan het begin van de jaren 1990. Aan het begin van de jaren 1990, gedurende de AIDS-crisis, duikt die pose ook op in publiciteitscampagnes rond AIDS. En ergens in de loop van de jaren 1980, en als een laatste voorbeeld, maakte de kunstenaar Sergei deze versie. En daarmee zal ik dus afsluiten. Sergei was het pseudoniem van een Brussels kunstenaar van Franse afkomst, die graficus was van opleiding. Deze print maakt deel uit van de collectie van Fonds Suzanne Daniel. Het werd vermoedelijk aangekocht op een tentoonstelling in de Gentse galerij Paradox, waar Sergei wel vaker tentoonstelde. Hij was heel nauw geaffilieerd met verschillende gay-centra in België, waaronder de kring rond het Franstalige gay-tijdschrift Tel Quel, waarvan ik daarnet al enkele pagina's ook toonde. En Sergei neemt bijvoorbeeld ook in de jaren 1980 deel aan de Sint-Sebastiaan-expo. En via de homokrant is het mogelijk voor de kunstliefhebber om een zeefdruk van hem te kopen op een bepaald moment.
die annonce wil ik ook eventjes voorlezen, omdat het wel mooi ook verwoord. Wat wij, of een van de aspecten die wij hier willen duidelijk maken. Dus die leest: kunst is zinnenstrelend. We versieren er ons gemoed en onze woning mee. Het intrigeert ons, het roept vragen op. Het laat ons dromen en wensen. Dus andere werken van Serge die ik ben tegengekomen in het archief, die zijn duidelijk erotisch van inslag. Maar hier zet hij die pose van Flandrin zo in dat het gevoel van eenzame isolatie op de spits wordt gedreven. De herhaling van die vierkante omkaderingen die is typisch voor de werken van Serge, maar hier is het gevoel beklemmend en lijkt de figuur ingesloten te zijn of gevangen. Dus het is een laatste treffende voorbeeld, vind ik, van hoe kunstwerken, thematieke beeldtalen, dus ook lang na het ontstaan ervan nieuwe betekenissen kunnen krijgen en nieuwe rollen. Voilà, en daarmee zijn wij aan het einde van onze uiteenzetting gekomen. Belangrijk om te benadrukken dat we hier absoluut geen alomvattend, exhaustieve overzicht beogen, maar eerder een soort smaakmaker. En we willen aantonen dat dit niet altijd de meest makkelijke verhalen zijn om te vertellen, maar dat het zeker nodig is dat ze verteld worden. Dat het een belangrijke toevoeging is aan die kunstgeschiedenis. En dat we dus op enorm veel manieren naar dat verleden, naar dat kunsthistorische verleden kunnen kijken. Ik zou er nog lang kunnen over filosoferen, maar we zijn over tijd. En ik kan me inbeelden dat er misschien nog vragen zijn, of misschien willen jullie op café, dat kan ook. Dus ik geef het woord aan wie nog vragen heeft, of wie een bus of een tram moet halen. Die kan nu geruisloos verdwijnen. Maar alleszins hartelijk dank om erbij te zijn. Bedankt voor jullie aanwezigheid en aandacht. Super, merci daarvoor. Ja, mensen die graag vertrekken, geen enkel probleem. Mensen die willen vragen stellen, jullie hebben nog 6 minuten. En dan gaan onze erfgoedbewakers beginnen de zalen sluiten. Om 10 uur sluit het museum. Dus de eerste 3 die een hand opsteken, hebben een chance. Hallo, ik vond het super interessant, merci. Ik vroeg me vooral af of dat in het deel samen, of jullie ook aandacht gaan schenken aan de lesbische scène, want de foto's die jullie getoond hebben, deden me heel hard denken aan foto's die ook bestaan van lesbische koppels, waarschijnlijk uit die periode. Ja, sowieso. Hè. Dat is een terechte opmerking. Maar het is alleszins de bedoeling om die gemeenschap zo divers mogelijk te representeren. En het is nu eenmaal zo dat binnen het bredere historisch onderzoek dat die lesbische geschiedenis vaak ondergesneeuwd geraakt. Dat is ook zo voor die kunstgeschiedenis het geval. Enerzijds, omdat het heel moeilijk is om na te gaan van wanneer zijn we nu echt naar vrouwen met lesbische gevoelens aan het kijken. Ik wees al op die male gaze. En daar zit, je kunt daar nog tientallen voorbeelden van geven. Daar zit echt een soort... bijna, ik zou zeggen ramptoerisme, maar dat is het verkeerde woord, maar echt een soort fantasievolle blik op. Maar er zijn wel degelijk dat soort visuele bronnen en het zou super zijn om die ook, om die ook te betrekken in het overzicht natuurlijk. Dat is zeker de bedoeling. Ja, ja nee, ik zou zelfs zeggen, want ik denk dat we dat eerlijk kunnen toegeven, dat is wel echt een uitdaging voor ons en een worsteling om dergelijke werken te vinden. Dus als je er ook kent, contacteer ons gerust. We zullen die heel graag vinden. We hebben ook al heel erg zitten zoeken. Maar dat is nu eenmaal een van die moeilijke zaken, zoals Jonas zegt. Dat is heel vaak een mannelijke kunstenaar, een mannelijke blik op vrouwen samen. Dus er zijn werken bijvoorbeeld van Alfred Stevens, van zo die burgervrouwen en zo interieurs en allemaal, die dan zo samen zitten enzovoort. Er zijn ook scènes die meer expliciet lesbisch van inslag zijn. Maar zijn dan bijna altijd door mannen gemaakt. Dus het is heel moeilijk om dat te vinden. Maar het is zeker de bedoeling om ook want homosocialiteit is niet alleen een term die voor mannen geldt, maar ook een term die voor vrouwen geldt, dus voor vrouwelijke socialiteit. Dus het is zeker de bedoeling om daar ook een inzage in te geven. En dan liefst natuurlijk via het werk van vrouwelijke kunstenaars. En ik heb ook al zitten zoeken in bijvoorbeeld zo het oeuvre van Jenny Montigny en Marthe Donat en zo, maar ik blijf dat heel moeilijk vinden. Dus... ik zou zeggen, als je ook tips hebt en zo, dan zijn die zeker ook welkom. Ja, ik ben voor het moment bezig met onderzoek in de master kunstwetenschappen over Yvonne Sruys. En dat is één kunstwerk van haar die twee vrouwen afbeeldt. De Baasters? Nee, niet de Baasters. Het is de Franse titel, ik weet het niet meer. Maar het staat in Menen aan de muziekschool. Ja. En daar vermoeden wij toch ook wel van dat er... Allee, inderdaad, misschien het homosociale aspect dan er zeker in te vinden is. Ja.
Super interessant dat je dat zegt, want er is inderdaad een werk ook de twee baatsters. En die zouden ergens in Parijs moeten staan. Ik heb mij ook al doodgezocht en ik vind dat nergens op een afbeelding terug. Contacteer Marianne Sterks. Ja, ik weet het. Ja. Ja, maar ik ken Marianne goed. Ik heb gedoctoreerd bij Marianne. Ik ga een keer moeten contacteren met die vraag. Ja. Maar dus, je mag ook zeker altijd contact opnemen als je nog tips hebt. Ja. Okay. Dank voor die vraag. Nog iemand een vraag? Of... Nee? Oké, dan ga ik iedereen bedanken. En tot de volgende rondleiding, dan wel lezing of in de zaal. Merci. Dank je wel. Het was wel goed dat ik hem meevolgde zo in plaats van zo altijd. Ja, dat zo, is, dat is, hè.